Jawel, 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 jawel. Ja, dames en heren, zeker wel. Dames en heren, normaal gezien ben ik nu terug live. Normaal gezien wel, de tweede keer vandaag dat ik live ga. Let's go. Ja, super, hè? Ik vind het toch redelijk leuk. Twee livestreams op een dag is eigenlijk heel lang geleden eigenlijk dat ik dat heb gedaan. Op één dag twee livestreams, dat is eigenlijk echt al een hele tijd geleden. Maar hier ben ik, dames en heren, met twee livestreams vandaag. Twee livestreams, super tof. Super nice, als ik het zelf. Welkom in ieder geval, de mensen die al komen kijken. Ik deel heel snel een stream, want ja, de meldingen die kunnen eigenlijk een klein beetje sad zijn. Of ja, een klein beetje heel veel eigenlijk. Dus zeker vlakken, zeg zeker al yo in de chat. Altijd gezellig, doe dat zeker. Super nice. Heel snel mijn stream gedeeld, dus helemaal top, helemaal prima. Dus natuurlijk ja, super nice. En voor eerst een deel in de Future Discord server. In Discord van Future, belangrijk. Ik ben gewoon weer al live. Hoppakee. En delen maar, hè. En delen maar. Super. Let's go. Gedaan. De munten zijn ook aan. Ook eerst nog een polletje maken met de vraag. Ben je al geabonneerd? Ben je al geabonneerd? Ja. En heb je al geliked? Ja, natuurlijk. Uiteraard. En... nee, doe het nu. Zo, dames en heren, stem vooral, like vooral, kijk vooral. Abonneer zeker, deel ook zeker, maar altijd. Altijd super gezellig en super lief, dus doe dat vooral. En de like counter fixen, de like counter. Ziezo, want die werkt wel, maar duurt heel lang, blijkbaar. Dat heb ik toch blijkbaar ondervonden. Werkt wel, duurt heel lang. Ik heb het niet in je kader. Dat weet ik. Yes, dat weet ik al van het begin dat ik zonder greenscreen stream, weet ik dat al. Dat mijn cam is altijd mooi in de kader gepast, maar nu niet, aangezien ik mijn greenscreen stream. Uiteraard. Welkom dag, Ries. Welkom, Arno Future. Hey, lekker maat, hupsa. Ben je ook politieagent geworden? Let's go. Welkom dag, Jetteke. Welkom dag, Shana. Welkom dag, Monster Games. Welkom dag, Rickvee. Uiteraard, welkom. Doe eens kleiner. Nee, want dan past het hier niet. Understand, dan past het hier niet. En ook, het gaat nooit niet passen, want kijk, het Gleerlogo hangt daarover. He, als je mijn kanaal vaak hebt gekeken, weet je dat. He? Dus het gaat nooit niet passen. Kijk, en dan gaat zij van, maar Robin, het Gleerlogo staat niet mooi. He? Dan gaat dat het volgende zijn. Dus nee, dat blijft gewoon momenteel zo... ja, shit, dan heb ik het verpest. Zo in de kader. Tot ik een nieuw heb gefixt. Yes? Dit is maar iets klein. Ik snap het. Het is van, raar. En ik heb trouwens ook de lampjes aangezet, dames en heren. De lampjes daar zijn eigenlijk pandalampjes. Daar zie je van die afstand niet. Voor je is dat gewoon lichtjes, maar eigenlijk zijn dat pandatjes. Doe Alt-GR en doe het dan kleiner. Ik zou jou eens keer Alt-GR, Jetteke. Wat denk je daarvan? Ik zou jou eens kleiner maken. Oh, wacht, je bent al klein. Je bent 12. Oh, sorry. Nee, Jetteke, sorry. Dat is een rapje. Ik was iets te grof. Mijn excuses. Mijn naam is welkom bij deze nieuwe livestream. Twee keer live vandaag. Ja, wel leuk, hè, denk ik. Denk het wel. Ik hoop het wel. Ding is wel, dames en heren. Even zwart beeld. Maar gaat zo meteen gefixt worden. Yes. Ik spawn wel hier. Ik ben net in de game. Even, ja, dus ik spawn natuurlijk wel hier. Aangezien ik hier ook ben uitgelogd, uiteraard. Daar straks. Van met die gijzeling. Dus ik moet even wel een garage vinden. Dan kan ik namelijk naar het HB. Hoe ga je pop worden? Solliciteren. Makkelijk, hè? Gewoon solliciteren. En dan kun je aangenomen worden. Waar is een garage? Daar, oké. Moet ik even naar daar. Hoe gaat het motor 1 net gaan? Dat kan. Ik kan misschien wel als... wat hoor ik? Nou, ik kan misschien wel als motor gaan, ja. Misschien wel. Wat denk je van u, dames en heren? Naar een safe of gaan we de motor? Ziet toch weer al gijzeld aan gezien. Oh, zie een agent lopen. En die auto's kopen? Kan wel. We kunnen misschien wel doen, die auto's kopen. Nou, wat gaan ze doen? Moet je lift naar het garage? Nee, dankjewel hoor. Ik loop wel, ben er al bijna. Ik weet niet, ik vertrouw het maar niet. Ik wil niet gegijzeld worden. Ik wil graag een dienstje draaien. Hoe oud zijn dan de korps te jonen? Nou, de standaard leeftijd... wat zegt u? Ja, vertrouw ik wel, maar zo'n taikan met een crimineel in, dat vertrouw ik niet echt. Een garage, als dat kan, meneer. Ja, dat is goed. Hey, super, dankjewel. Moet ik de motor, jongens? Ja, zeg maar, civ op motor.
Ja, 16 is de leeftijd. Maar je kunt ook jonger erin geraken, zoals Rick ook vertelt, inderdaad. De richtleeftijd is 15, 16. Hé, hey, meneer Super, dankjewel. Goedenavond nog, hè. Bedankt, hè. Nog eens even kijken. Wat pakken we, dames en heren? Impound. Mijn BMW M3 Impound. Wat dan nu weer? Dat is het heel set. Oké, even motor staan. Oké, prima, jongens. Gaan we de motor. Is goed. Dan gaan we een motordienstje. Prima. Zijn jij collega helpt hier graag, Robin. Ja, dankjewel, Shanna. Dankjewel, super lief. We pakken wel de motor. Ja, dat is mijn nieuwste aanwinstenmotor, dus. Let's go. Amarok. Ik ben toch niet gek, weet ik, hè? Ja, Amarok. Nee. En je pakt wel gewoon een zware motor. Die motor is echt nice. Ja, echt nice motor, ja. Echt insane is motor. Oh, flitspaal. Flitspaal. Nog een flitspaal. Oh. Oh, nee, shit. Ah, de boetes zijn zo laag opeens, hè? De boetes. Nou, ik volg gas, hoor. Hoppa. Let's go. Ja, gassen. Ja, je pakt wel de zware motor. Ja, sowieso. Die ziet er nice uit, hè. Zware motor. Oh, €800. Oei. Allemaal doen. Met zomaar negeren, hè. Oh shit. Oh, ik dacht dat ik hier een lampje had gekregen. Let's go, daar gaan we. Een Fiat Volt kopen. Op een motor. Ja, ik was daar gespand. Oh ja, ik bedoel, ik was de stad gegaan op een andere plek dan normaal. Daarom. Ja, want dikke boete, ja. €800. Nee, ligt de motor. Rijdt niet heel goed, ligt de motor. Dus eigenlijk. Maar ik ga mijn dienst maken, jongens. Hopelijk kan ik de motor. Want er is al één motor aangesteld. Oeh, ik hoop dat het kan. Mag het? Ja, ik mag de motor. Top. Moet ik mee aankoppelen? Huh? Moet ik mee aankoppelen? Ja, ik weet niet, maar mensen blijven een melding maken. Oh. Ja, ik kon dienst gaan als motor. Kan dat? Ik denk het wel, hè? Want... Motor. Kan wel, denk ik, want de sheet zegt dat het kan. Dat is toegestaan. Eerste motor. Ja, er is sowieso al een extra shift, dus ja, kan wel. Ah, super, super. Zodat er het ook geschoten bij die bank. Oei. Wacht, ik ga even kijken. Even recht. Welke porto? Ah, porto 1. Dus ik zie het. Oké. Okay. Kan je daar misschien... de dames in de kamer. Ja, ik heb mijn motorkleding aan, de jongens. Ja, het eindigt al. Ik heb niks. Motorkleding, yes. Spread hier, ja, natuurlijk. Over de K, blijven ze hoor. Ja, passief. Yes. Eentgenoot 7 was de status van de bank, hoor. Ja, ik dacht dat hij de A1 was, maar bleek Lom niet zijn. Ze zijn nu weer onderweg. Ja, wat noemde ik zijn trouwens? 1317 of? Positief. Zijn er bijna. 42 Novisa, dus noem even zoek op de zware motor. 1318 op een LD-motor. Is van honger. Let's go. Blaas. Je is op kapé. 13-18, oké, okay, prima. 3 KTM's, maar liefst. 3 KTM's? Ik moet daar K binnen. Ja, ik moet misschien een lichte motor nemen dan. 13-16. Kunnen jullie beide naar een lichte motor omschakelen? Koppere 3. Zijn we wel aangekoppeld? Even kijken. Zware motor LE. 13-16, ja. Moet ik ook naar... Of, ja, nee. Nee dan. Eens even kijken. Amado en Jan, moet je ook nog geslipt worden? Ja, ik heb wel een roadfab en master, maar... Of meester, of meneer. Oh, joh. Maar de motor is echt slecht. Iemand anders? Ja. Ik weet niet of ik kan aankoppelen daar. Go. Ja, je kunt alleen nog verhoud, maar... Jongen, 3 KTM's toch? Ja, positief. Ik kan omschakelen lichte motor. Die gewenst. Aangezien het 3 motoren zijn. Nou, moet ik omschakelen of niet? Of wel of niet? Dames en heren, ik heb vlak, jongens. Er zijn nog 5 likes over de 20. En ook abonneren, uiteraard. En maar 10 abonnees over de 11.230. Raadbericht. Moet ik omschakelen? Ik heb het niet gehoord.
Wacht, warre. Ja, shit. Opgekomen eens uit. Geen recht. Moet ik aankoppelen op de melding? Luister mij. Of, ik weet niet wat hij net zei, ik kan het niet verstaan. Ik ken niet goed van waar ze zijn net. Moest nu licht de motor nemen of niet? 13-18, kan je misschien op een Amrok daar naartoe gaan? Ik heb alle specialisaties om dan op een Amrok te gaan rijden. Oké, is van alle. Potverdomme, nee. Potverdikke. Ik weet zelfs niet eens staan. Ik weet zelfs niet eens een plek staan. In Amarok. Het is zo ver gekomen, jongens. Het is zo ver gekomen dat ik op een Amarok moet gaan rijden. Die kledij, ja, stik in. Godverdomme, zo'n godverdik. Zonde. Ja, shit in hell, jongen, op een Amarok. Het is zwaar gedaald in mijn carrière, jongens. Het is zwaar gedaald. Oh, op een Amarok. Nou, is goed. Nou, we doen het wel, hè. We doen het wel. Maar we hebben nog geen Daisy. Heb ik geprobeerd, hè. Proefperiode gedaan. Maar niet geslaagd, helaas. Let's go. Nou, we gaan op de Amarok. Ja, Jetteke, je hebt gelijk, maat. Ik moest op de Amarok. Hebben we ook nog verder... Ze staan te fluiten. Nou, het is niet anders. Ja, wij komen er nu aan, de 02. Wie wil er onderhandelen? De 02. Ik pak me normaal, hoor. Normaal moet ik een ander hebben, maar... Ja? Ik hoor je, ja? Mado, kom eens uit. Ja, kut, ik hoor niemand. Hé. Hey. Ik heb wel gewoon LE hoor, want ja, hé. Discipline, LQ. Dat, Status heeft... 6. Yes, geef bericht. Is er nog team logistiek nodig of een licht? Negatief, we hebben al aan de B opgeroepen. Net de laatste keer, op. Volgende keer beter. Oh joh. Dan mag je weer terug gaan naar de gezamenlijke porto. Maar in ieder geval bedankt. Wat is de locatie? Lombankbank. Oké, ik kom met een Amarok. Mooi. Ja, yes, stop. Hey Jan, dan gaan we even naar binnen. Het is echt zwaar gedaald in mijn carrière, jongens. Wat ben je niet geslaagd? Niet goed genoeg? Dat is meestal de reden, hè. Eens even kijken. Lombank is hier. Pak ik toch even op een GPS-locatietje. Hey joh, zo, dat heb ik echt lang niet meer gereden, joh. Zo, heb ik echt al lang niet meer op gereden op de Amarok. Dat ding stuurt geen eens, man. Oh, de Amarok, dat is echt heel lang geleden. En welke dag, Pro Konijntje, welkom. Hij heeft wel heel lekker veel gas, dat is wel nice. Hij heeft wel veel gas, dat is wel fijn. Hij trekt heel snel op. Lombank Bank, ah, Lombank Bank. Daar staan ze al. Afzetting. Oh. Oh, ja, dank u. Nog net hoor, zo hé. Nee, nog net erdoor. Zo heb ik echt wat, joh. Ik... Gewoon Amarok, jongens. Nee, ik zei profkonijntjes, profkonijntjes. Hey, welkom naar Astrid, welkom. Hallo, goede avond iedereen, dames en heren. Welkom. Ik ben dit echt niet gewoon voor jou, jij in Amarok. Ja, ik ook niet. Ik ben ook echt niet gewend in Amarok. Echt, dat is al zo lang geleden. Bizar eigenlijk. Dat is echt bizar lang geleden dat ik in Amarok. Ja. Dat is echt heel lang geleden, ik in Amarok. Ja. En dames en heren, zeker abonneren, like alsjeblieft. Op naar de 11.230 abonnees, nog 10. Dus doe het zeker, alsjeblieft natuurlijk. En ook even liken, ook superleuk. We hebben namelijk nog maar 2 likes nodig voor de 20, dankjewel. Super, super lief, dankjewel. Ja. Ja, de Amarok, maar ja. Het is wel maar voor één keer, hè. Na dit ga je erom schakelen naar een zware motor, hè. Ja, weet je wel, het is ook maar voor één keer, hè. Zo werkt het ook niet, maar het is gewoon grappig. Van, oh, ik op een Amarok. Wat sup? Hey, welkom bij Robin. Welkom. Goedenavond. Waar gaan warren? Maak de motor, moet ineens Amarok. Ja, echt. Echt waar. Dat ding is, zijn al 3 lichte motoren aangekoppeld. Dus daarom... ja, wel veel voertuigen eigenlijk. Zijn we met 4 Amaroks en 3 motoren. Dat is wel pittig eigenlijk. Best wel pittig. God, de Amarok, jongens. Ach ja, het is niet anders.
Ja, zeker jongens. We hebben heel veel kijkers, dus de likes moet lukken. Hè? Toch zeker minimaal 20 likes, maar eentje. Dus wie wil er 20 likes? Ik ben heel benieuwd. Wie dat gaat worden? Doe het zeker. Oh, we hebben 20 likes gehad. Let's go, dankjewel, dames en heren. Super bedankt. Super bedankt. Maar ze gaan op KTM's, maar hoe hard gaan die eigenlijk, KTM's? Iemand een idee? Hoe hard die dingen eigenlijk rijden? Zo'n die naar buiten loopt is een NPC. NPC? Wat lelijk ding, die Amarok. Nou, lelijk. Nee, op zich niet heel lelijk, maar het is gewoon. Het is gewoon een auto. Ja, ik weet niet. Het is een noodhulp auto, hè. En ik als landelijke eenheid. Ja, er zit toch een beetje zo'n kloof dus natuurlijk, hè. Maar ik ben ook dus ook al een jaar. Of nee, ik ga even opzoeken trouwens. Wanneer ben ik eigenlijk LE geworden? Even opzoeken. Lero landelijke eenheid. Zou je dat kunnen vinden op YouTube? Ja, kijk, 11 maanden geleden. Ik ga even kijken wanneer het precies. Oh, 23 april 2023 ben ik LE geworden. Oh. Zo, hé. Ben ik gewoon bijna al een jaar dienst infra. Heel nice, man. Heel nice. Gewoon al bijna een jaar dienst infra. Nog een half maandje. Maar we samen tunnel maken. Ik weet niet. Wolf. Misschien straks nog. Welkom trouwens, Dolf. Welkom. Hey, dag Dolf. En welkom naar GMS Dutch. Welkom naar Puls. Hallo, welkom. Goedenavond iedereen. Je muntjes, ja, lekker bezig, Sana. Je hebt meer munten dan ik abonnees heb. Morgenmiddag ook live? Die kans is heel groot, morgenmiddag live, maar niet in de avond live. Nee, dat zullen ze niet. Maar de kans is groot dat ik morgenmiddag live ben, ja. Want zie je, gaat shoppen. Ziggy, die gaat shoppen. Met de mama. Dus dan kan ik lekker livestreamen. Wat? Iemand niesde. Oh, gezondheid. Gezondheid. Wie is dat? Ja, dan moet je in die poort nog gaan komen, hè. Wat zegt u? Oh mijn god, sorry. Oh, is een NPC. Oh, is een NPC. Wie zit dat gevlogen dan? Oh, Emma. Ik hoorde opeens iemand niezen, joh. Ik denk, wat is dat nou weer voor iets? Heel random. Heel random. Dat is echt heel random, hey, opeens. Opeens niest er iemand. Hey, Nick. Je zou je thema stoten tegen je bureau. Witwasser. Ik ben wel een loser, hoor, eerlijk. Oh. Wat zegt die kerel nu? Witwasser? Wat zegt die kerel nu? Wat staan wij hier op deze box te activeren met die brandbus? Bro, hoe moet er safety staan? Nou, ben wel benieuwd wanneer ik kan vertrekken. Maar wel een Amarok voor, dat gaat wel wat worden hoor. Dat gaat wel lastig zijn, denk ik. Dus met de DSI niet aangenomen. Ja, witwassen zegt, ja, hij zegt opeens witwassen tegen mij. Ik denk van, nee, sorry, mij kun je niet witwassen, nee. Dat is zuur. Ja, het is helemaal zo... Oei. Dat is oké, meneer. Ja, hoe moet ik hier langs, man? Dat heeft twee klappen, hè. Oh, meneer, rustig, rustig. Bent u dronken of zo? Nee, maar hoe moet ik hier langs, man? Rustig, meneer, joh. Zeg, zo hevig. Ja, sorry. U rijdt eens ketten die vanger of die hek aan, dan rijdt zo... Je bent gewoon sneller dan het licht gaan, waardoor je door een hekje heen ging. Maar kan die hek even terechtgehaald worden, dan kan ik de langs. Ja, kom maar. Kom maar mee. Kun je overheen vliegen? Ik wil wel. Ah, super bedankt. Aan de kant, aan de kant. Ja. Ik wil mij wel mijn hek terug. Zo, hij moet wel. Zo, hij heeft wel haast, lijkt wel. Zo. Hij heeft flink veel haast, leek het wel. Goedemiddag, zeg. Had een beetje haast, leek het wel, hè. Het is in Parijs, met om 21:15 of half de bus en dan nog een rondrit door Parijs, waarmee we al lichtjes aangaan. Oeh, dat is wel leuk, hè, Timo. Hey. Ja, bij Wikietje Parijs dan, of wat, Timo? Vandaag zijn we bij een... Ja, spoedgeval. Kreeg je namelijk een schotenwarning. Het bleek om een bank overal te gaan. Oké. Okay. Jasper, koop jij even vanavond mijn superfliter dan? Paars komen. Een paard? Ja, lekker maat, AMB. Oh, oh.
Maak ook niet vaak mee, 2 streams per dag. Ja, klopt, ja. Dat gebeurt niet heel vaak. Gebeurde vroeger vaker. Eerst de zijn weer. Maar nu is het toch een. Volgens mij de eerste keer dit jaar dat je 2 keer op een dag langs doet. Ja, nee, echt de eerste keer in het hele jaar. Een misje. Eentje had een AK op zijn rug, maar dat is een neppe sticker. Kent het wel. Oh, dat is niet eens echt. Wow, echt. Overvallers hebben 4 burgers gegijzeld. En ze uiteindelijk vlucht op de 3 KTM-motors. Het verhaal was de reden dat ze deze bank op wou plegen. Oké. Is toen dat ze van de motor de crossclub kwamen. Maar de financiële zaken gaan er niet meer zo goed. You should noodle, eat your noodles. Ah, joh. Dus doen ze het op deze manier. Lol. Kopen. Nou, de eisen daarbij zijn... Romantisch, ja, met de ouders. Heb ze... vrije doorgang. Dat is zeer leuk. Dus ze vluchten richting... Dit tof, Timo. Oprecht. Je hebt iets eentje bekijken. Niet schieten. En ze nog 1 laatste hostels mee naar buiten. En het helemaal om af te maken is nog wel een leuke foto met ons allemaal. Wie wil dat? Is dat een. Is dat een. Oh, staat een IC. Is dat een ijs? Zijn er nog vragen? Oké. Okay. Ja, ik heb geen vragen. Nee. Zie je een akkoord met eisen? Mij is het prima. Zijn de anderen daarmee het eens? Ja, is goed verhaal. Hartstikke mooi. Goed verhaal. Kunnen vraag ik iedereen even naar voren te komen, behalve de 1317, om een foto te maken. Oh, wat? Moet toch iemand bij de voertuigen blijven. Rit 1317. Ja, maak ook foto. Lol. Hij komt gewoon. Hey LQ, daar blijven, mat. Ja. Je moet bij de auto's blijven. Ja, oh, je hebt toch een slot op je auto zitten, of niet? Ja. Oh, hey, meneer de ANWB, kunnen jullie bij de afzetting blijven? Ja, kut, sorry. Maar ik kun je niet zo'n 3. Ja. Hey, aan mijn benen. Kom maar bij, bro. Hupsa. Hoe doe je dat, die sexy leggen dan? Hé, jongens, de holstertjes mogen op de knieën voor het foto. Die horen er ook bij. Hé, de holstertjes voor ons, je hoort. Ja, de holstertjes, wat is dit dan weer? Voor ons neus. Maar ja, aan mijn benen, wel lachen. Mag ik even een foto aan maken, wacht even. Mijn bank of wie? Hé, Nick. Ja, gaan ze voor mij staan. Maar die paal staat wel echt in de. Ja, ik moet ook pas. Ik moet ook die paal. Ik heb hier ook. Wie herkent dat voor, jongens? Ik kan alles iedereen hier opeens. Weet niet. Die paal verpest het een beetje. Ik ken jou. Zou ik even je naam zeggen? Ja, top. Thomas. Mag dat? Kijk. Iedereen even naar voren kijken. Hupsa. Ik heb van voren in het midden. Let's go. Bjorn hier weer. Easy bankje. Back, jongen Jan. Easy bankje. Wat doe je er ook, jongen? Hey, Bessea. Ja, ik moest even. Ah, die staat er mooi op, heren. Dank jullie wel. En nu handen omhoog. Dit is een BV. Nee, dat gaan we niet doen. Thomas. Oh, ja, mooi probeert, zou ik zeggen. Oeh, pittig. Ja, op zich 4-5 uur slapen. Dat gaat nog. In principe. Niet? Ach ja. Ik ben benieuwd, jongens, bij deze OV. Er zijn wel heel veel mensen trouwens, hè? Zag je dat? Toch redelijk wat mensen die daar staan. Goh, maar die Amarok die nikt me wel, hoor. Dat is toch wel een dingetje. Die Amarok. Dat is echt wel een dingetje, hoor. Vind ik wel. Maar dames en heren, zeker vlak en abonneren, alsjeblieft. Doe dat vooral. Nog 10 abonnees nog voor de 11.230, uiteraard, alsjeblieft. Wordt zeer gewaardeerd, natuurlijk. Hoppa. Braaf Zulu mag. Nou, nee, Zulu. Nou, nee. Het is een beetje te laat voor, want ze gaan al akkoord geven. Dus nu nog helemaal naar vliegveld rijden. Of het pakje eigenlijk eerst aandoen, het pakje aandoen, dan nog. Kijk, ga ik even snel dat doen. Een indeling maken. Dus nee, kijk, Zulu, dat is laat voor. Nee, negatief, ga ik nu wel doen. Oké, 1316 Thomas, jij mag zo direct achter de linker gaan. Ja, het is een pakje, je weet hè. Voor de stream, ja, het is leuk voor de stream, maar... Samen met een Amarok van de politie, dat we dan... Voor Robin. Is vernomen. Dan mag Emma achter de middelste gaan. Oké. Samen met de Amarok
van de... Amado. Amor van de Amado. Ja, jouw Amaro. En jullie met z'n tweeën. Oké, ik moest achter die, links... Of nee, rechts of links, was het nu? En dan ga ik daarachter en dan als ze over de K de hostetjes... Die moet ik elkaar aangaan, ben ik al kwijt. Koppelen bij een willekeurige motor, dan... Ben je al kwijt? Moest je achter de linkse of achter de rechtse? Linkse, toch? Iedereen tevreden met de indeling? Ja hoor. Prima. Mooi. Is een deel misschien apart koppels hiervoor te maken? Ja, yes. Kom eens op. Ah, super. Kamado. Maak de koppels als... Heet Amado, maar hij zei K. Ja, hij zei opeens een K voor inderdaad, ja. Kamado. Yo, Kamado, man. Yo, goedenavond. Ik heb ook geen idee. Nou ja, ben benieuwd. Dit is achtervolging. Hopelijk gaan we ze pakken. Zal leuk zijn. Of toch zeker... Ik denk niet dat ze al drie aan pakken, maar toch zeker... Nog een keer even voor de herhaling. Of zeker één of twee. De 1316 Thomas gaat achter de linker KTM aan, samen met Robin. Ah, oei, linker. Daarna volgt de middelste KTM. Daar gaat Emma achteraan met Amado. Dan gaat de rechter KTM... Daar ik kan toch hier staan. En ik achter... Dat is Thomas toch, hè? De denk het wel. Van de Kamar gaat de hostjes opvangen. Yo. En dan, jij hebt voorop, hè? Aan een ja, super. Ze zijn er waarschijnlijk niet zo rap hoor met die KTM. Nee, denk ook niet. Waarschijnlijk. Tot nu toe alles begrepen. Dat best meeval, denk ik. Zeker. Zeg maar KTM's inderdaad, dus ze gaan ook niet heel erg hard. Dus allemaal hetzelfde outfits aan doen. Is goed, Timo. Tot zo. Tot zo, Timo. Tot zo. Hoe we erop zitten, denk ik. Ik denk dat zoiets duidelijk is. Ik heb de inheling nog niet gezien. Ja, jongen, wacht. Laat me gerust, jongen. Wat zijn ze allemaal aan het doen? Als de setjes vast even klaargezet kan worden. Hey, dus dat we ik kijk naar de eerste motor. En Robin alvast naast elkaar kunnen staan. Dan Emma en ik naast elkaar. Ja. En Jasper en Jan naast elkaar. Ja, we staan naast elkaar. Dat lijkt me wel het mooiste. Doe even kijken, jongen, juist. Allee, het is wel de linkse, maar je moet ook wel weten. Ah ja, dat is de linkse. Ja, wel. Ja, als de linkse, eens dat ze gestart zijn, is het soms moeilijk om dat te weten. Ja, hoe kijken ze? Nou, komt goed. Nou, jij gaat voorop, hè, dus ik volg jou wel. Ja, joh. Ik zou goed kijken. Het is altijd moeilijk. Altijd moeilijk. Oké. Ze de vergeten. Linker motor. Ja, joh. Dus motor 1. Gaat de computer 3 zitten. Dus deze computer. Nou, wij blijven gewoon deze prio. Ik en Emma naar kopje. Motten wel niet aanrijden, hè? Nee, ik kan het best doen. Nee, dat is voor Jan. Ik ben aan de Amarok. Ik ben niet gewend om daarop te rijden, dus alles kan gebeuren. Alles kan gebeuren. Ja, Jan, ik ben niet, ik ben niet een van mijn eigen daden, dus... Ja, spannend. Als dan ook straks over die kaart groen licht kan geven. Voor één keer nog eens keer op de Amarok. Prima, prima. Natuurlijk. Prima. Zeg je flanken, dames en heren, dan maar 2 likes over de 30, dank u wel, superlief. Wordt gewaardeerd, dames en heren. En ook zich abonneren, wordt ook super hard gewaardeerd, natuurlijk. Slepen? Ja, slepen maar. Slepen ons allemaal maar, belangrijk. Als Robin een fout maakt, steekt ja, maar dat is zo... Ja, maar het is sowieso een fout van Amarok, kijk, ik zei dat gewoon nu al. Als er iets fout gebeurt... Schuld van Amarok, 100%. 100%. Nee, dat ga ik nu al zeggen. Het is gewoon ook zo, hè. Ik heb alleen wel geen repair kitje. Dat is wel... Ik heb geen repair kit op zak, maar ja, zo een beetje te laat om te gaan halen. Oh, sad. Ik heb er echt geen op zak. Oké. Ja, sad. Het is niks aan te doen. Niks aan te doen. Ik ben echt benieuwd op die Amarok. Ja, komt goed. Ik kan mijn beste voor doen. Ik hoop echt dat we ze kunnen pakken. Oh, wat een noob, die voelt echt dat ding aan. Pak hem dan. Oh, GG, hij gaat er nog door. Gelijk weten, in een andere kop. Is goed, Sana, prima. Helemaal top. Ja hoor. Helemaal top. Voor jou, Emma, als jouw jullie koppel... Ja, het is warm buiten, ja. Ik weet niet hoeveel gaat eigenlijk momenteel bij mij. Ik ga even kijken.
op mijn cellphone. 22 graden, dus op zich, dat is echt wel nice, hè? Maar wordt het ook morgen eigenlijk warm? Of is het eigenlijk echt alleen maar vandaag? Hoe, echt alleen vandaag? Wat? Dinsdag. 12 graden, dinsdag. Morgen 19, maandag 20, dus echt totaal al andere. Oké, 20 is nice, hè? Dat is echt nice. Maar 12, dat is echt weer gewoon, dat is gewoon toch winter, 12. En vandaag is 25, 26 graden geweest. Ja, school gaat zo gegeven. Altijd, hè, Rick, bij zo'n warm weer, opeens zo'n onweersbuien. Ga je daarin redden? Raadbericht? Ja, dan red ik voor groen licht. Ik weet gewoon dat Valkyrie in die MP. Jij wel, ja. Toch, jij bent ready, hè, Thomas? Ja, ja. Ah ja, voilà, super. Ja, het eerste. Zeker. Ja, ready? Geef jij het, of... Ja, prima. Oh ja, zo goed. Het warm weer en dan koud. Ja, daarom. Ja, ze worden ziek inderdaad. Oké, daar komen ze. Oké, moet goed kijken echt waar we aan moeten gaan. Ze hebben allemaal dezelfde kleding aan natuurlijk, hè. Okay. De laatste, ja. De laatste. Dat is de onze. Dat is wel moeilijk, ja. Die van ons is de laatste. Ja. Ik had ook verwacht dat ze, ja, gehoopt dat ze zouden van plek, allee, ik bedoel, niet elkaar zouden volgen. Ah ja. Meneer? Hey, kerel. Ja, ik ga niet. Wat? Wat? Ja, wat was hij hier? Stap. En pakken. Dat was even, ja. Dat ik er een crash of zo, joh. De Amarok, jongens. Ik moet eigenlijk afstand houden, want daar moet de motor eerst. Ik ga een beetje achterrijden. Het is nu gewoon een stoet eigenlijk nu, hè. Het is ook gewoon een stoetje. Oh, lekker, Tom. Min 1. Skivakantie. Hey, top, man. Waar ben je op de skivakantie? Als ik zo vrij mag... zo vrij mag zijn om dat te vragen. Het is wel nice op, man. Die Amarok, dat is wel echt een nice ding, eigenlijk. Het is echt super hard op. Dat is echt fijn. Voor een off-roader is dat wel fijn. Ja, wat is dit ook, Jan? We hebben ook KTM's, hè, dus het zijn heel trage motoren. Dus heel graag zou het niet kunnen doen, zijn natuurlijk. Ja, een beetje te samenrijden, denk ik. Ja, klopt. Nou, ik denk wel, die van ons is een beetje speciaal, hè? Die van ons wil zo'n beetje anders doen dan de rest. Ja, ik weet niet. Ik reed een beetje achteruit. 1, 3 Amarok, 3 motoren, let's go. Oh, nog een Amarok. Ja, slow motion achtervolging, ja. Oh, die ambu. Oh, zo die ambu redt bijna iedereen ver. Ja, maar wat. Van ons is de linkse achter, toch? Ja, de middelste nu, denk ik niet. Ja. Ik denk de middelste nu. Ja. Ja, wat doen ze ook? Ja, wat was ook de bedoeling? Ze gaan ook echt absurd traag, hè? Ze gaan echt absurd traag. Ik wou dat ze gaan schieten zometeen, maar het ding is, onze motor rijdt ook heel dicht op hun. Dus als ze op ons willen schieten, gaan ze ook hun mensen raken, denk ik. Met de beste. Oh, dankjewel. Jij ook, man, dat je mijn livestream kijkt. Oh, wauw. Is er allemaal andere mensen of wat? Ja. Ik denk dat ik al dacht. Ik denk dat ik het al zei. Oh, wauw. Ze gaan hier een beetje crossen, denk ik. Ja, let's go, Amarok. Hupsa! Wat is dit dan weer, jongen? Wil ze lekker liggen crossen? Nou, we zitten nu gewoon op de race erin. Oh, het zijn hier nog veel meer. Holy shit, ze zijn hier met 20! Wat? Ja, maat. Ik weet het niet meer. Ik heb echt geen idee. Oh shit. Ze zijn rijden met 20 hier. Oh shit. Aina. En doorpakken. Oh shit. Ja, die Amarok, jongens, die ben je niet gewend, hè? Ik heb echt geen idee. Ja, kijk dit dan, maat. Ik verwacht degene die het is, man. Ja?
Ja, man, het is deze waar ik achter. Ja, ja kijk hoeveel dat er zijn, man. Ja. Ik heb een precieze zicht. Kijk hoeveel dat er zijn. Maar ik word ook aangereden. Wat is het dan ook? Ola, oh, kijk hoeveel mensen. Upsa. Niet te hard. Oh, lekker met de Amarok, jongens. Upsa. Jazeker. Lekker aan het crossen, ja, 100%. Ja, maar ja, het ding is... Weet ook niet meer wie is wie, natuurlijk, hè. Dat, ja, ja, ik denk dat de pitch status 4 is nu. Een klein beetje status 4. Ja. Dat iedereen gewoon kwijt is. Ja. Totdat de politie stopt dus. Ja. Maar ik heb nog steeds degene, hè? Ik denk een beter status 4. Oh? Ik niet meer, hoor. Maar ook zoveel mensen, dat is gewoon een hele gang, hè? Die dat doet, hè? Alleen daarom, ik let niet op de weg. Het is gewoon een hele gang waarschijnlijk die dat doet. Dat is het beste. Het is wel een leuk scenario, dat wel. Hoe wil je het ook uiteindelijk bewijzen? Ja, dat is gewoon graag. Voor de camera zelf. Je staat onderaan die jump down. Oh! Ja, dat is wel tactiek, hoor. GG! Ik ben praten tegen mij, dus... Ik heb ze nu allemaal gebeten, dus nu mogen we gewoon schieten. Negatief, niet doen. Dit is niet normaal, jongen. Ja, ik blijf ook gewoon gaan, hoor. Maar ja, wat moet je anders doen? Ik blijf ook gewoon gaan. Ik heb voorbij steken. Oeh! Veel te veel man. Ja, wel, dat is. Ja, dat is best wel shit. Zoveel man. Oh, ah, dit is echt sad. Nee. Ja, Amarok. Dit is meer dan 25. Ja, dank u. Ja, super, dank u wel. Oh shit. Zo. Iemand schoot. Iedereen beukt hier ook heel de tijd. God. Ja, echt niet normaal, jongen. Het is wel leuk bedacht, hoor. Ik heb nog een twijfel. Oei. Ik ben net in de berg aan kijken, dus niet eentje in één keer weggaan. Ja, kijk ook of dat er mensen van de groep weg gaan. Hallo, van je motor af. Hey, van je motor af, van je motor af. Op je knieën. Uh-oh. Yes, op je knieën, meneer. Huh? Op je knieën, alsjeblieft. Op de knieën? Op de knieën, yes. De schoonheid. Ja, super. Ben jij maar af, collega. Ik kreeg 10 keer. Ja, maar jongen, dit is toch gewoon een grappig scenario. Dat boeit toch niks. Ja, dat is, mag niet trainen, meneer. Onmogelijk om er nog te gaan. Nee, meneer, mag niet, hè. Hoezo niet? Nou, er rijden precies nog drie anderen die hebben wapens. Oh, op, dus van de groep gaan we er nu. Tot van gevangen. Ja, we kunnen niet veel doen, jongens. Er zijn 30 mensen of zo van dit. Ik was nu. Fijn dag nog met trainen. Ja. Even als jullie gewoon mensen zien stilstaan aan de kant en motor repareren, beter bezig. Denk beter om status 4, eerlijk gezegd, hoor. Denk gewoon beter status 4, man. Deze reden allemaal weg nu. Oh. En ze reden er ook nog achter u. Ja, ze reden allemaal weg daar, inderdaad. Oh! Niet door. Ze volgen ons gewoon nu. Ja. Hier is het moeilijk aan te doen. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat deze het is, maar hoor, dat weet je nooit. Ik kan alleen. Ja, het is wel leuk scenario, wel leuk gedaan, maar. Ja, maar. Maar hij praat wel hetzelfde als die guy. Dus ik ga deze... Ja... No, kerel. Dat gaat hem niet zijn hoor, die gaan echt niet stilstaan. Als ik iets zwak heb, gaan ze echt niet gewoon stilstaan. Dat lijkt me niet... Ik vrees dat dus 4. Oh my god. Waar rijden jullie dan? Waar rijden jullie? Ja, we zijn bij La Fuente Blanca. La Fuente Blanca. Dat is een heerlijke. Ik ben heel benieuwd. Zo, dat is echt heel pins veel trager, deze Amarok, door dat geel lampje. Zo, hé. Dat valt meteen op. Dat ding rijdt gewoon amper. Door dat geel lampje. Wil je mensen weer aan die op de weg staan, of? Ja, ik wil gewoon weer stilstaan. Ja, ze staan allemaal stil. Ja, ze staan hier met zoveel mensen, joh. Wat wil je doen? Deze hele groep kan nu in één keer BTGV, hè? Nog. Ja, ik weet het, maar... Hey! Super, dankjewel. Gert voor je 3 uur, maat, super lief. Lero, legend, topstreamer. Hey, thanks, Gert, dankjewel. Thanks, bedankt voor jouw
Ja, thanks man, bedankt voor jouw compliment, super lief. Dankjewel daarvoor. Waardeer ik zeer man, dankjewel Gert. En dankjewel voor 3 euro, super lief. Dames en heren, voor Gert een hartje uiteraard in chat, jongens. Dat vinden we wel zo lang weg zijn, of niet? Uiteraard, zeker, super lief, dames en heren. Ja, sowieso. Ik heb hartje doen voor Gert, dankjewel. Bedankt voor Gert voor 3 euro, super lief. Bedankt, bedankt, bedankt. En bedankt voor je complimenten, uiteraard. Bedankt voor je compliment. Ik denk het ook. Ik lig er sowieso uit. Ik vrees dat het 4 dit, want dit is het niet meer te doen. Boah, ze volgt me allemaal. Wat? Is er nog maar winkelfeest bezig? Maar joh. Zo, kijk hier dan. Zo, dit is een gang uit of zo geworden. Wow, joh, vet dit. Dit is een van de dikke ganghuizen dit, maar joh. Super nice gemaakt. Of dit komt af. Ja, ik ook hoor. Ik kan toch niks doen hier. Ja. Wat kun je nou doen momenteel? Echt niks, hè? Ja, ik vrees echt status 4. Veel kun je niet doen eigenlijk, hè? Ik denk echt op status 4 dit. Ik koppel ook af. Let's go. Let's go. Daar gaan we. Hey, welkom naar Pascal, welkom. Goedemiddag. Ja, goedenavond eigenlijk, hè. Welkom. Lost MC. Ah, oh, wel vet gedaan, hoor. Wel een leuk idee. Ja, dat is gewoon status 4. Wat kunnen we nou doen, eerlijk gezegd? Dat wil ik niet zeggen. Maar dat is wel leuk gedaan. Dat is wel leuk gedaan. Ja, dat wel. Nou, nu terug naar HB voor een motor te gaan. Want ja, maar ook... Toch liever niet, hoor. Toch liever niet. Zeker als de lampje heeft. Dat is echt super, super sad. Toch liever mijn zware motor pakken. Of een safe, maar ik pak wel een zware motor. Hoppa. Hoppa. Oei. Zo, goedemiddag meneer. Dat was mijn fout trouwens. Oh. Dat betekent een repairkitje meneer. Oh. Oh. Pot miljarden zeg. Een beetje yoga doen, dat kreeg je het ook wel. Yoga. 104, ben je beschikbaar? Ik heb er maar geen pijken bij, joh. We gaan naar een been proepen. Ik sleep naar een. Pot miljarden, zeg. Yes, no. Meneer, waarom rijden we nou vol door de bocht heen? Ja, ik weet, meneer. Schud het fout van mij. Excuseer. Ik verwacht nu al een reparatieset. Ja, ik ga een beer proepen. Nee, meneer, ik wil een reparatie zetten. Nee, je mag niet spullen, ik ga gewoon weer een beer proepen. Tijd is geld, meneer. Tijd is geld. Even kaken aan een beer. Nou, dan moet ik helaas er vandoor, want tijd is geld. Nou, prima. Vanavond nog, hè. Ah, leer wel even beter rijden, meneer. Ja, ik kan geen reparatie set geven. Dat is aan Robin. Geen bericht. Volgens mij zit je niet in de goede porto. Jawel, ik heb net vragen de politie voor de AMB. Met een melding verstuurd naar jullie. Staat ze een beschikbare eenheid? Oké, okay. Staat ze een Jochem? Oké. Okay. Beschikbaar voor de melding van Robin. Maar ter volgende jaar was het leuk en ter volgende jaar. Dit is iets anders, hè. Dit is iets anders. Robin, je had een melding gemaakt, toch? Ja, positief. Met politie Robin. Kijk, helemaal goed. Dan komt Jochem jouw kant op. Super, dankjewel. Hoppakee. Even kijken. Robin, deze middag was bij de AMB en waren we aan het praten en iemand heeft gezegd dat het een glitch is van de identiteitskaart dat er een man staat. Oh. Ja, het is ook zo, want je bent gewoon een vrouw, hè, in Future, hè, dus. Meneer, again. Ik kan dat wel een glitch zijn, ja. Que pasa? Sorry? Que pasa? Wat doet u hier zo alleen? Mijn auto is laatst begeven. Ja, ik zou wel willen repareren, maar ja, weet. U komt aan mijn bij aan, meneer. We zijn onderweg. Ik heb geen nummer laten en sommige agenten zeggen stop. Sorry? Sommige agenten zeggen niet, je mag niet zonder nummer laten. Ik zeg, is toch niet erg? Ja, mag niet, hè, meneer, zonder nummer laten rondrijden. Als ik niemand pijn doe, is goed, toch? Ja, nee, dat mag ook niet, maar je moet ook wel met de kentekenplaat rijden. Goedenavond, heren, dankjewel, maar zo snel komst, zo. Ja, toch. Super. Zelfs poetsen, zo, dankjewel, hoor. Hé, hey, maak die auto dan, joh!
Boys, nee, niet zo snel maken, bro. Hij heeft tijd. Jij hebt geen tijd. Ik heb geen tijd, ik heb zeker wel tijd, jongen. Waar zit het nu weer? Laat me niet uitstappen. Stap uit nu. Nee, die agent gaat me aanhouden. Hij zegt dat ik geen nummerplaat heb. Zijn het zelf, kerel? Zijn het zelf? Ik heb geen kenteken. Meneer, luister. Zijn het zelf? Hey, super, dankjewel. Dankjewel, vanavond nog, hè. Super. Hey, heren. Kom maar mee. Oké, dan gaan we weer. Even unmuten. Let's go. En dan gaat hij weer goed, hoor. Nu rijdt hij weer beter. Van Lasse. Hoppa, oh, bijna een paal geraakt. Hoppla, let's go. Hey, dag, ver welkom. Hoe is ie? Oh, politie was daar, wacht. Op zich, Amalk rijdt nog wel redelijk nice, zomaar. Ja, ik weet niet. Toch liever gewoon iets anders, natuurlijk, hè. Liever gewoon iets anders. Toch? Ja, druk zat, hè, verre. Druk daar, hè, Parijs. Dat is niet gewoon daar. Even mijn status aanpassen trouwens naar beschikbaar. Zo. Let's go. Je kunt een report vragen, Shana. Doe maar, hè. Maak een report en dan kun je dat... Dan komt iemand naar jou, hè. Zo'n brandbluster heeft hij vast. Zo. Oké, snel maar omkleden naar de motor. Yo, collega. Hey, collega. Hoe gaat het? 1-2-5-6. Fijne avond. Fijne avond. Het is 18 maal als staats 0, maar de koffer is ook aan 30-37 op de SIF. Dat is een collega. Yes, jullie mogen op de 13-5. Brigadier! Ja, even noemen. Status 7. Met die stukken. Krijg een schotenmelding bij Meesbank Arena. Oh nee, ik moet, wat doe ik? Kijk, je neemt. Doe gewoon zelf staan, wat doe ik? 13-18 ook beschikbaar. Positief. Kan ik op reageren. Motor, jazeker. Dat is gewoon slash report, Shana. Dus slash report, en dan moet je gewoon eigenlijk schrijven wat er is, wat je wilt. Yes, wat je wilt. Voor jou, het is achter Meesbank Arena. Is van alle. Oké, okay, heel snel. Even heel snel een motortje pakken. Ja, nog steeds actief geschoten. Oh, ben benieuwd. Pakken was mijn dingetje. Ja, meerdere automatische vuurwapens. Oei. We staan hier op de oude snelweg, op dat viaduct, naast Meesbank Arena. Oh. Dat is ook NPC, denk ik. Oké. Okay. Je hebt echt heel veel geschoten, of niet? Ik kan alleen niet binnen in je schotmeldingen. Ik heb geen ras. Het zou achter Meesbank Arena zijn. Ik ben nu onderweg. Heb je ja, iets gezegd of iets? Terwijl deze ook al ter plaatse is, bij viaduct A7 onderkant. Bij mijn plezierhaven, maar. Ja, ik weet niet wat er precies gaande is. Ja, ik heb net getuigen gesproken, hij werd beschoten. Hij weet niet meer door wat voor voertuigen, maar het zou door echt een groep zijn. Met een groep. Bij zijn er drie vuurwapens. Weg hier te horen. Oh, wajo. Deze collega. Heeft hij die. Oh, wajo, zag je dat? Wat was dit heel raar? Wajo. Okay, het gaat om een witte BMW. Hij weet niet wat voor. Witte BMW. Hé, hey, lekker Timo. Dat was een X6 BMW witte. Die RSQ3 beige. Oké. Okay. En ook nog een DBX, die is van Martin, die nieuwe. Onbekend was. Ja, we gaan daar niet nog tegenkomen. Daar vrees ik heel gezegd voor. Die SM Martin staat hier. Maar ik denk niet dat het hem is, want die staat echt naast die DCR. En welkom naar Noah, welkom. Hey Noah, hoe is die maat? Welkom. Welkom in de livestream. Zeer welkom. Waar staat die Aston Martin?
Ja, bij vuilnisman. Een vuilnisman? Ja, gaat nu al over het... Wat, zie je wat die motor doet? Zeg je dat nu? Oh, heel raar. Dat is echt heel raar, man, joh. Dat is echt absurd raar. Wat die motor deed. Weer geschoten, man. Heel vreemd. GBX. Hoppa, lekker gas geven. Olievelden op baan 4. Olievelden? Ik wil het even kijken. Wat is er bij Olievelden? Op de A4 bij Olievelden weer een nieuwe schotenmelding. Mogelijk is vernomen. Ik krijg niet binnen in ieder geval. Van daar 4, dat is hier. Dit is de A4 bij Olievelden, dus. Die zou net geschoten zijn dan. Normaal gezien, dat zou de bedoeling moeten zijn. Ja, dat kan ik wel geloven, ja, Sanne. Nou, ik zie niet echt iets speciaals, maar ik kan wel even terugkijken. Een blauwe RS3, een blauwe Taycan. Hoppa. Het moet, hè? Ja, zeker. Dan pak je die blauwe Taycan wel. En hier rijdt wel ook een Taycan. Ah nee, dat is geen Taycan, dat is een Cayenne. Impound. Impound. Even kijken dan. Ja goed hoor, Noah, zeker, zeker man. Zeker, welkom. Welkom op de livestream. Leuk dat je erbij bent. Zeer welkom. Hoi jongen. Zijn jullie er bijna? Onze die staat dus 2. Ik zit momenteel achter een voertuig aan die een pistool bij zich heeft, wordt gemeld door een locatie? Dat is DBX, die rijdt nu richting Olievelden. Zwarte Aston Martin DBX. Er rijden meerdere voertuigen rond. Yo, maar dat ding stuurt niet! Wat de hond! Dat ding stuurt gewoon niet! Het is allemaal offroad. Ja, deze kan niet. Dat ding stuurt gewoon niet, maat! Wat is dat toch voor iets? Dat is hier wel op. Dat ding stuurt voor een meter! Ja, dat is goed, meneer. Ja, ze hebben onze motors helemaal kapot gemaakt, joh. Ja, zit er nog ons. Ja, hey, die dingen sturen niet meer. Blauwe SQ3. Ja, zonde. Kun je snel komen? Die Taycan gaat noordelijke richting op die DSI weg. Locatie? Ja, dat zeg ik. Noordelijke richting op die DSI weg. Die weg naast A9. Ah, daar. Blauwe RSQ3 en een blauwe Taycan. Ja, wel overleefd, ja, maar dat ding. Zeg je dat? Ik stuurde gewoon niet. Ik stuurde gewoon letterlijk niet. Ik deed wel op Duitse bord, hè, maar dat ding die ging gewoon niet mee. Hier hebben we wat voertuigen hier. Zo, goedemiddag. Ja, die zijn jullie allemaal zeggen. Oh, wat joh. Nee, maar dat ook. Sam nooit nog gedaan. Die plek. Hier is een noodknop. Ja, de blauwe, de donkerblauwe Taycan. Hij had spuurwapen bij zich. En donkerblauwe tijd dan. Ja, een blauwe RSQ3. Ja, ik zit daarachter. RSQ3. Ja, aan 9 winkeltje. Vandaar. Snel mogelijk op rode. Aan 9 winkeltje. Iemand op rood? Nee, allemaal negatief. Alleen keer rijden op mijn weg rijden. Hij tegenstelt aan 9 noordelijk. Hij gaat gewoon niet voor. Ja, hij gaat rood terugdraaien. In richting Dam. Wacht, in Dam gaat hij rijden. Oh, zo. Collega. Hij gaat helemaal vooruit richting het Dam. Ik kan hem volgen. Ah, richting het Dam. Ik kan misschien... Ook zo traag zijn hun die komen. Ik kan een middelpark, denk ik. Waarschijnlijk daar een middelpark uitkomen als hij zo blijft rijden. Dus ik ga eens kijken met een middelpark. Bij A9 winkeltje is hij links het bergje. Ja, Merelpark is volgens mij het beste, denk ik, wat je kunt doen dan. Je wil trouwens koppelen, ook. Ja, is goed. Moet nou eens kijken. Ik heb een beetje verkeerd eigenlijk, het één moet afslaan. Tututututu.
Nou, dan zijn we in Middelpark. Ik hoop dat ik er eerder ben dan hij. Nou, ik ga langs hier. We moeten maar eens hier uitkomen. Als ze de dam blijven doorrijden in ieder geval. Dan moeten ze hier uitkomen. Dus hij zou hier moeten zijn. Of is al weg en ik ben te laat. Dat kan ook natuurlijk. Wij ben ik te laat en ik zie hem niet. Hallo, naar Jens. Welkom. Goed hoor. Met jou? Jazeker. Ja, zeker, zeker. Hey, Ipsa, nice, Anna, Ipsa. Ja, nee. Ze zou vandaar komen, namelijk. Zo, Jasper, die hoort niet. Locatie? Nu, Otto's. Wat Otto's in, wat zie jij? Otto's in? Zie je die motor zo raar doen? Zie je dat? Het is echt raar, die motor. Een rare ding hoor, die motor. Oké, hij gaat er wel van door. Wij juice op rechtsaf met de pitstop. Hij gaat linksaf omhoog in het TDAWB winkeltje. Dan komen ze hieruit. Je hebt positief TDAWB winkeltje. Slaap ze er ook af. Oh, reis af. Ik riep. Zult alles komen snel doen? Ja, positief. Richting Olievelden. Richting Olievelden Tattoo Shop. Rijdt hij nu. Gaan we rechtdoor. Richting Olievelden. Oh, zie je die motor? Dat is raar. Ga maar naar beneden. Lost. Nee, waar staat die? Oh, shit. Slaat daar linksaf. Richting Lost MC. Oh nee, ik helemaal verkeerd. Links. Zie je wat dat doet? Wat doet die motor? Zie je dat? Dat is toch raar? Links achter. Hij gaat achter het Lost MC terrein. Het Lost MC. Nou, even kijken. Ik heb hem hier in zicht. Waar die erin is gegaan, gaat hij eruit. Gaan we richting, richting de havens. Gaan we rechtsaf over de groene brug, richting Bradva garage. Ja, ik zie ze, Oh, remmen. Gaan we linksaf richting Meesbank Arena achterkant. Yep, ik zie ze. Ik heb ze in zicht, Gaan we daar rechtsaf richting Impound. Ik heb ze echt nipt in zicht hoor, echt nipt. Gaan we rechtdoor richting... BP Politie AB. Hola. Gaan we linksaf richting CPRD. Dat was echt close. Bij de nu tankstation BP. Gaan we linksaf richting Meesbank Arena. Gaan we rechtsaf Maria's Winkel. Want daar zijn ze. Rechtdoor richting. Dit is een motormaat. Gaan we linksaf bij Vuilnisman Job richting. Die motor draait het heel raar. Echt heel apart. Gaan we daar rechtsaf richting Plezierhaven weer. Yo. Ik kom momenteel uit voor Plezierhaven. Gaan we richting Politie AB. Want daar. Hola. Ja, de motor redt. Ja, ik weet niet wat ik moet van vinden. Gaan we rechtsaf richting Oud-HB. Echt wat ik moet van vinden. Gaan we nogmaals rechtsaf richting Rode Garage. Echt wat ik moet van vinden van de motor. Hij is echt aangepast ofzo. Snelheid en gewoon de handling. Momenteel richting Juwelier gaan we rechtsaf voor die auto. Ziekenhuis voorlangs. Gaan we linksaf voorkant gemeentehuis. Gaan we linksaf Juwelier. Deze motormaat. Voorkant Juwelier. Echt, dit ding is zo raar. Luxury. Rechtsaf voorkant Luxury momenteel richting Live Invader. En dan komen ze hier, denk ik. Gaan we weer linksaf richting Luxury. Ja, ze blijven daar. Gaan we rechtdoor richting TDA ziekenhuis. En we daar nu voor langs richting Rode Garage, negatief. Hey, waarom dacht je, Ton? Richting Taxi AB. Hoe rijden ze steeds? Met deel Taxi AB gaan we rechtdoor omhoog richting Grote Bank. Gaan we boven Taxi AB naar rechts. Gaan we daar weer linksaf richting bovenkant. Nee, richting Grote Bank.
Oké, ik ben hem bijna terug in de buurt. Nogmaals, linksaf richting Eclipse. Ik zat heel dicht. Ah, Eclipse is hier. De rechtdoor richting Eclipse. Als men nu terug moet komen. Negatief, hij gaat linksaf weer naar beneden. Ah, shit in hell. Come on, blijf eens hier. Gaan we weer richting AWB. Oké. Moet ze kunnen pakken. Deel voor AWB gaan we weer richting Rode Garage. Oh, ze blijven dan maar toe gaan naar de Rode Garage. Oké, dan zeg ik ja, daar zijn ze. De achterkant Rode Garage. Daar zijn ze, let's go. Richting politie AB. Moeten we nu niet raar doen, dan kunnen we ze pakken. Gaan we linksaf richting AB. En nogmaals, linksaf, voorkant Rode Garage. Richting BP. Ja, ik heb ze echt bijna aan zicht hoor. Ik ben echt close. Momenteel BP Bank. Gaan we rechtdoor richting Mirror Park. Dit is de topspeed van dat ding, ik kan niet harder. Ik kan niet harder, ik krijg even vaak als een sif momenteel. De modshot, TDAWB, gaan we rechtdoor richting Mirror Park. Go, go, go! Oh, zo. Gaan we daar rechtsaf richting Olievelden. Let's go, ik ben aangekoppeld. Richting Olievelden. En nu Olievelden Tattoo Shop. Gaan we linksaf richting DC gebouw. Oh shit. Ik ga waarschijnlijk zelf. Ja, dat is een late setup houden. Ah, setup of wat? Dus dit duurt echt 10 minuten. Ja, we staan op elkaar. Ik zou deze oproepen, als ik bespreek. Nog automatisch vuur. Oh. Maar ze weten niet dat ik rechter zit. Ze zitten niet op mij, gelukkig. Dat is wel goed, dat is niet op mij schieten. Ik ben wel achter op net. Ja, deze gebouw nu. Wat? Oh, er staan ook dingen op de brug. Oh, rip. Oh, please, ik kan niet dood, please. Nou, we rijden A9 op in ieder geval richting de stad. Deze. Ah, dikke noobs. Richting de stad rijden ze. Katje? A9 richting de stad. Oké, wat voor auto? Wie schiet hè? R6. R6. Maar voor jou hebben twee setups achter elkaar gekregen. Automatisch vuur en pistool. Wat is dat voor een rijdende blokkade? Oprecht, deze kerel. Slecht tegen de stad. Oprecht. Wat? Ja, en wacht toen ik voorbij kwam. Okay. Wat is dat voor actie? Wat is dat voor actie? Oprecht. Hij wachtte toen ik eraan kwam. Ah, ik zie hem. Is het een roze R6? De weedoen, gaat de weedoen, gaat de weedoen, gaat de weedoen? Hier is een vuile kerel deze. Zo, jongen. Iedereen aangekoppeld? Ja. Hij gaat wel terug op de oude schutting. Pajo, maat. Door een zwarte DBX, automatisch vuurwapen met suppressor. Oh. En dan ook nog door een roze SRT. Ja, maar echt door Rick. Dat was gewoon expres bedoeld, hè? Dat is wel echt scheef. Dat was echt gewoon expres bedoeld, hè? Ik kan niet over zeggen, maar dat is ook de derde set op. Grijp, wat is de locatie? Ja, op de A9. Jongens. Probeer maar als hier is echt onder de 120 te pitten. Het is nooit zoiets in een bocht, want het is een derde setup. Ja, ik kan ook niet harder dan dit. Ik ga de setup langer laten wachten voordat de zak erin zit. Och jongen, echt mensen. Dan rij je nu langs hierin. Ga je gewoon repit, jongens? Ik kan niet harder dan dit, jongens. Oh, rip de motor. Ligt hij nog? Ja, nee. Ik wil niet veel te met het dit. Ik val terug naar je collega. Motor is nee. Heeft die groene ST wat gedaan? Okay. Oh shit. Laten zien op de knieën gaan zitten, man. Op de knieën. Op de knieën. Op de knieën. Ik word echt blauw, maar ik weet echt hoe ik moet houden. Hupsa! Nee, ze zijn weer pissed zoals altijd. Omgeving checken. Ja, A9 doorrijden richting noorden. Dan kom je ons vanzelf tegen midden op de snelweg. Voorbij de winkels of toch ervoor? Voorbij het winkeltje richting noorden. Ja, ze hebben ze. Zo, hé. Hey. Al die auto's staan hier rond, kijk uit. Is er tegen de achterspeen staan? Hij was goed. Ja, oh shit. Goed. Ja, ik zag die DBX. Pas op, jongens. Ja, pas op die SRT. SRT, ja. SRT, achter die steen. Ja, ik weet, kwijt. Hij is beschoten, die Ezi. Dat wordt ook geschoten, ja. Ross SRT, toch? Ja. veel vuurwapens, jongens. Zet even alle auto's goed. Ja, ik zit op een motortje, daar gaan we een beetje... Ik ben er
Maar daar wordt ook gesloten. Ja, pas op, want... Naar bergen, naar bergen. Oh, pistol hier. Uitgestapt. Hier veel wapens. Ja, echt overal, man. Overal. Oh, daar. We kunnen niet uitstappen, want die berg... Ah, shit, net te laat ook. Ja. Net te laat, want dat zie je ook weer typisch, hè. Laten we weer uitstappen. Ik heb een beetje liever hier staan. Ik wil een beetje liever gedekt staan dan daarin open te staan. Oké, ze rijden. Die auto staat er nog steeds in te verschoten. Bovenop. Zal ik iemand live ambulance willen oproepen, jongens? Want ik heb hier het aanschrijven. Sam, zou je dat op je horen? Nee, dat is goed. Ik ben één keer geheet. Ik denk dat daar ook weer bij gaat staan. Ik heb één keer mijn been. Het nieuws gegijzeld zou het laatste zijn wat ik zou willen. Kijk, in tijd uitwerken. Die aan de andere kant zijn allemaal. Kijk. Worden jullie beschoten of? Ja, net wel heel vaak. Heel veel wapens per 15. Ja, die bergen van mijn auto, dan kom ik in de kant. Poeh, goedemiddag. Hey, is goed, veel plezier alvast. Rick, ga vast veel plezier. Zwarte dingen. Pas ook voor jezelf op, Steta. Oh, komt goed. Politie, kom eens even hier. Ze staan weer op het wegje erboven, weet je hoor. Lucas, staan ze weer. Ze staan er nog steeds. Kijk even, kijk in. Let even die auto achter je kijken, natuurlijk. Roskin is eruit. Drie man. Ik zie het goed, Stap in. Wat? Van rechts. Overal. Waar is de locatie? Bij shit, ik wapen niet. Giet hem weg. Ik ben dood. Ik ben 1 seconde. 1 seconde. Ik ben bijna tot 10 seconden. Eentje erbij? Shoot out. Ben je met welke auto's? Maar keren zijn me veel te veel. Oh, ik zie ze. Cayenne. Allemaal berg. Eentje geneutraliseerd. Ik zie het, wacht. Ik kijk ook. Hey. Yo, man. Kan je een poort op praten, broer? Wordt gepusht. Geen per ongeluk, ouwe. Is het ouwe. Kerel. Ik kan ook niet schieten, want ik heb arme collega. En hoe ver eentje wapen heeft. Hij moet er wel met spoed weg. Ja, één persoon is er ook geneutraliseerd, jongens. Ja, ik heb er eigenlijk boven hier eentje. Ja, je hebt hier ook eentje geneutraliseerd. Heel veel collega's zijn ook dood, toch? Ja. Is Sam leeg, hè? Nee. Dit is voor jou ook. Die hebben ons een overleden. Vrij wil komen, maar dit is echt niet veld, man. Yo, maat, jongen. Ja, ik ben bijna te plan. Ja, neem even support. Ik zijn er echt geen medewapens dood, maar als ik nu uitkom te reanimeren, ben ik morgen dood. Ja, we hebben echt met spoed echt heel meer reden nodig hier. Per GPS locatie sturing Kamara. Ik doe een noodknop voor je. Ja, een noodknop, ja. We zijn vergelijk met wat er allemaal schiet. Dat moet je ook snappen. Noodknop gedaan. Laatste noodknop, alleen dan op de weg, ja. Nou, je hebt nog Ben, dat ik niet meer draag. Ga je gewoon eens even door. Echt gevaarlijk. Ah, hier, Kees aan het helpen, let's go. Zo, maar waar echt net... Ja, ik ben ook bijna dood, ja, klopt. Ja, nee, even cirkel, wij niet... Ik ben ook bijna neer. Wat? Pas ook even op met die airskit, ik weet dat die geschoten had. Zet, leg jij nog? Voor jou, Karel. We zijn momenteel op route 15. Ik wil mensen ook hier. Veel auto's. In het blauw is nog steeds in de boeien. Derde rondje komt zo, ja. Ben jij die witte DBX daar? Yo, kijk wel ambus hier. Maar yo. Zeta is hier volgens mij ook ergens net. Even Lin, ik neem die wel over. Ja, die liep daar net bij die steen daar, waar die SRT stond. Ja, ik weet. Ik ben SRT stond. Begin de boys dek. Ik wil goed uit, ja zeker. Ik moet heel goed uitkijken. Ja, het gaat prima nog. Ah ja, lekker. Zeta. Kan daar met spoed ambulance neer komen? Dat is wel pittig. Er zijn wel twee ambus te plaatsen, let's go. Ja. Zou jij daar naar die gaan bij het bosje zo, maat. Daar ligt een Daisy collega neer. Ja, hij zit maar een klein beetje off-road moet je wandelen, bij het treinspoor. Ja, ik heb een ambulance naar hij heeft toch heel goed pols, man. Ja, dat zie ik aan. Is hij overleden? Ja. Oh, waarschijnlijk. Echt goede pols om is deze overleden, onze collega? Was deze al door mijn collega? Ik weet niet, als ik even controleren? Iemand top zijn. Hallo, niet instappen. Hey, hallo. Blijf eens staan, maatje. Is boven zo'n persoon in een boerenoutfit ook vuurwapen? Ja, die zijn daar allemaal vuurwapen. Maar hij wordt nu omhoog geworden. Ja, daarom, ja.
Die roze cayenne die rijdt hij nog steeds, hè? Die heeft hij verschuift. Ja, moet je die roze cayenne ook even beter vinden? Het andere ook niet naartoe gaan. Wordt daar nu iemand omhoog geholpen? Ja, wordt daar omhoog geholpen. Dan gaan we allemaal naartoe. Als je hem kan afnemen, ik hoop back jou weer. Ik blijf wel bij het plaatsen staan. Zo'n pijn ze kunnen krijgen, alsjeblieft. Ik heb een klein schophondje gekregen. Ga hier zitten, in dit cirkel. Oké, in dit cirkel. In de cirkel. Heb jij nog hulp van de ambulance nodig, kerel? Hij wil toch weg natuurlijk, hè? Maar ja, logisch. Hé, hey, super, dankjewel. Ja, ambulance, even naar beneden kijken. Ik kan hem ook gewoon afnemen, tof, dankjewel. Ja, geef me een seconde. Ja. Waar precies was je been? Wat pittig hoor. Ja, mijn knieën houden. Dat wil gewoon nog leven, hè? Die van een pleister hebben. Dat wil gewoon nog leven. Het is echt heel druk aan het worden, man. Wat zijn meneer? Is helemaal goed. Dit geeft mij herinnering aan gisteren. Hey, collega, zit daar nog verband in die tas? Ja, maar ik zie daar ook niemand liggen daar beneden. Ik ga kijken voor die ambulance. Ik weet niet of dat DC is of. Je zit omhoog. Ja, het is wel echt veel mensen zien. Ja, nu is het wel rustiger, man. Net. Volgens mij zit daar allemaal. Is er nu een RS6 daar? Iemand. Ah nee. Is het dood? Ja, die auto's moet ik even van buiten leren nog, die nieuwe auto's. Dat leek een beetje op RSS van de voorkant. Kijk eens aan, dat zou een stuk even de naam niet weten, maar... Zeker, voet ook al beter. Wel pittig, man. Net, jongen. Zo, goedemiddag. No way, hou je back, joh. No way. Helaas ja, geen probleem. Ja, ja, helaas. Niets aan te doen. Wij zijn. Hey, dat is ook Mieten. Ik was groot, zo te gaan helpen. Dat is een motor eigenlijk. Wat is een motor? Ja, ik ben een zieke arpier met een koffertje namelijk. Met afnemen. Ja, jij bent daarna weer. Zullen jullie daar in die werk over? Nee, niet met die blauwe risk natuurlijk boven. Oh ja, toch? Collega boven, heb jij iets voor een bewijszakje? Ik heb het helaas niet zo. Ergens richting daar. Ah, ja. Zit er ook eentje in mijn Amarok, in de kofferbak als je wilt. Ja? Die okay, pak hem daar even. Hey, yo. Ja, zet eentje in. Right op, hier. Ja, we hebben altijd de persoon ook kunnen... We hebben altijd de persoon, dat is wel nice. We hebben die nog gewoon nog altijd hier, is echt wel... Dat is wel echt nog goed. Zijn deze hier, collega? Heb je een pleister nodig? Nee. Die heb ik al gehad. En geen A en B, dat is een zonde. Ik heb eigenlijk wel nodig in A en B, maar hé. Hey. Ja, maar dat is voor de rest nog echt verder. Hij heeft ook een zwarte SRT. Dat wil een pas komen, eerlijk gezegd. Deze persoon hier, bij die weg. Oh, richting, wat? Mijn band is kapot geschoten? Richting de Dam wordt zo net. Ah, dit meen je ook. Is die afgenomen, die oh, een lekker band. Ja, dat was een Mac 11 trouwens. Ah, die dikke boer. Rip. Ja, die boer, ja. Ah, gewoon een lekker band, joh. Dat is echt wel sad. Dat is echt wel sad, dit. Wat willen jullie doen met die roze Cayenne dan, die de hele tijd rondrijdt? Nou, dikke rip. Zij, die rijdt gewoon niet mee, die heeft gewoon een lekker band gekregen. Die heeft wel geschoten net. Maar dat is echt rip. Dat is echt rip. Een bandje raken en klem of zo? Dat eigenlijk wel, maar ja. Dan worden wij weer geklemd daarna. Want hier zijn heel veel agenten bij de scene. Ja, ze gaan er sowieso weg. Zijn wij die zwarte sterren? Nee, zo. Ja, die heeft ook net geschoten. Waar zijn die ambus allemaal? Ja, in een positie boven de. Waar zijn die ambus allemaal? Ik wil die Cayenne-rapantje raken. Ik ben er ook boven. Er heeft iemand die DSI-agent hier bij mij gehazeld. Ja. Ik weet niet wie dat is met mijn mesje. En die mesje? Hier, ja, die ligt hier nog in de grond half en hostage nu. Wat? Ja. Zeta die omhoog. Ze hebben een DSI gegeven met een mesje. Dan hebben ze net iemand gepakt die omhoog schoot. Ja. Wauw. Die is hier. Ze hebben een DSI gegeven met een mesje. Dat is wel rip. Ja, met een mesje, ja. Dat is wel rip. Nou, kijk, oh joh. Ambu wil zijn schotwond verzorgen, maar ja, hij laat het niet toe of zo. Wauw. Dat is ook iemand. Hier bij de Amarok is het. Yo. What's up? Gijzeling en meerdere wapens tot. Waar zijn jullie? Route 15. Net ten noorden. Zo pittig man, net deze shootout.
dat ik het al overleefd, joh, van die gang. Ik best, best snap nog. Al die noodknoppen waren, is het toch? Ja, positief. Ja, ja, dat is echt, ja. Zie dit dan, joh. Agentjes die direct voor de heading gaan. Kijk dit dan. Ja, maar bij mij zit u nog op de grond. Ik zit, het mes zit in uw nek. Als er misschien ook nog een paar naar hier kunnen komen. Waar is ze naar hier? Ja, naar die grote steen bij de politie, maar ook aan... Ja, dat billboard. Achter... Maar toch sleuren ze mee. Ja. Ja, kijk. Crazy. Ik wil man, toch. Wat is dit toch weer allemaal, hè? Wat is dit toch weer allemaal? Die rijdt de hele tijd bij de dam op de berg. Voor een gedoe. Ja, helemaal goed. Ben je die blauwe? In hoever ben jij? Oh, dat is de bedoeling. We rijden net tegen hier gebouw voorbij. We rijden nu de A9 op. Toppie. Stuur nog wel voor locatie in de meldkamer. Ja, we zijn er al. Ergens. Ook donker nu ook, hè. Dat ook minder. Maar ik heb ook geen motor mee, dat is al zet. Namelijk alleen mijn de motor is kapot. Alleen, ik heb een lekker band. Wordt een beetje moeilijk namelijk, hè. Ik heb nog even een extra collega richting die steen hier zo. Die DS hier nog steeds sinds TH hier zo. Goeiedag, Zeta. Hey, Ja, zeker was Quinte. Dat sowieso. Door de berg geholpen en toen werd ik grijs. Maar er zijn toch nog geen wapens afgenomen? Ja, eentje. Ja, als je die terug heist, dan kan je hem gelijk geven. Het gaat nergens op. Luister eens, met wat voor wapen? Mes. Ja, met een mes mag je sowieso geen wapen te bewijzen. Hij zit achter die steen, zeg maar. Ik heb één scotch, jongens. Wat gaat Gribben doen maar dan? Met een mes mag je sowieso geen wapens vergrijzen. Uit welk voertuig kwam je? Uit die voertuig ernaast? Uit die RSQ? Ik denk het wel, ja. Ik weet ook niet of wij een DS hier in de Porto hebben met EPS. Zeker te weten, collega. Tot heb je EPS? Ja. Mag jij dat? Ja, dat mag ik. Wat doe je dan? Ja, doe hem een headshot of wat? Ik heb er al een tijdje bij namelijk. Dat is lekker, man. Kan je zelf heel even jouw dingetje muten? Je kan nu praten. Top. Persoon, jij zit met een mesje. Dat voor een vuurwapen denk ik dat terug het zijn. Ik ga even snel kijken wat die zaak wilt hebben. Je hebt al op Steam gezegd dat je EP is. Fit die dingen net. Nee, maar gewoon even hoe of wat. Yes, meneer, ik help u even. Dus ja, ik denk wel om EPS te voeren omdat hij als hij een wapen terug gaat eisen. Dikke ding is. Ja, maar hij mag sowieso geen wapen terug eisen met een mesje. Nee, dat daarom. Ik ga het ook even bekijken. Dat mag op eiland, maar niet op. Ja, Dylan mag. Ja, ja. Om te vluchten. Want dat is niet ook niet alles hoor. Het is ook wel tijd nodig gehad hoor, dat hij dat mocht. Ja, doe maar. Het is ook wel tijd nodig gehad hoor, daar ben ik wel zeker van. Dat is zelfs niet zomaar dat hij opeens aan mag hoor. Ja, zou je even richting... Maar nou, sinds ik een flanker met 3 likes nog voor de 4, denk ik wel. Like zeker, alsjeblieft. Omdat er een gijzeling is. Zeker liken. Zin een burgemeester. Zin een burgemeester, ja. Stad-owner, hè. Dat is zijn stad, dus... Met mijn collega's... Hun shit terug. Gewoon collega's vrij, man. Maar ik wil... Dat weet ik. Maar ik wil dat ik u mijn collega's... Ik heb die persoon net nog een verband gegeven. Lekker. Volgens mij. Ja, het is nogal een ding, hè. Het is weer mooi, hè, Robin. Ja, het is inderdaad wel mooi, ja. Ik heb wel een lekker band op mijn motor, helaas. Dat is minder leuk, zo'n lekker band. Dat is niet echt heel fijn. Ik ben heel zeker dat ik nog levend hieruit kom. Slecht nieuws. Oh, ben je niet door bij de DBT-training, of wat? Ben je niet door bij de DBT-training? Of wat? Theorie gehaald, praktijk gezakt. Maar dat is er, Len. Je bent in je eentje. Dan focus echt op jou natuurlijk. Hij wilde enerzijds dat hij zijn collega in de duikers outfit, blauwe duikers outfit, die wil die... Zonde, Len. Zonde. Heeft die collega iets op zelf? Hij heeft wel nog zijn score bij, dus die kan ja, wel. Ja, dan gaan wij nu afnemen, toch? Zonder Glenn, spijtig. Dan mag hij gewoon geven, dan vind ik het. Dan is EPS ook niet nodig. Ik zei het, Glenn, je bent in je eentje, dus ze focussen volledig op jou natuurlijk. Dus, ja, dat is helaas spijtig. Waarschijnlijk RS3. Ja, een groene RS3. RSQ3 bedoel ik. Ik kan beter wel blijven bewegen, want ik denk niet dat hij langer blijven leven. Denk ik. En niet te langer blijven leven, eerlijk gezegd. Ik vrees er eerlijk gezegd voor. Ja, we zien wel. Maar Glenn, als je nu niet haalt, dan ben je toch ontslagen terug, of niet?
Maar Dylan is de eigenaar, ja, ja, van Future. Ja. Hij is de eigenaar. Wat is het donker, maat? Hoe laat is het eigenlijk? Ik weet niet hoor, Glenn. Volgens mij ook bij praktijk, hoor. Volgens mij is dat wel bij praktijk dat je dan ontslagen wordt. Met die duikers outfit persoon? Allee, lijkt me toch, hè? Ik pak hem nu mee. Ja, top. Hij wordt nu gebracht. Nee, Glenn, volgens mij word je dan ontslagen, denk ik, als je het nog eens niet haalt. Volgens mij 2 keer of is het 3 keer, dat weet ik niet. Ik weet niet, is het dan 2 keer of 3 keer, maar volgens mij word je wel ontslagen. Er zijn al een paar mensen in de politie ontslaan als ze die meteen hebben gehaald. Volgens mij zijn dat 2 keer, maar ik ben niet zeker. Ik ben niet heel zeker. Maar ik heb geen voertuig meer, hè. Als de vuurwapen is, die... mute, collega. Ik heb geen vuurwapen, ik heb geen voertuig meer. Of is de AMB te plaatsen? Oh, helemaal goed. Nee. Ik ben Marco, ja, bij de AMB, ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Dat kan zeker ook, bij Marco, bij de AMB. Is het goed, moeten er nog meer dingen afgenomen worden, eigenlijk? Ah, ja! Of was dit het enigste? Jut. Ja, het is een zware stad, hè, Future. Het is een zware stad. Kost heel veel FPS. En veel van je PC ook. Anno 3, kom eens uit. Ja. Moeten wij nog meer dingen afnemen? Het is wel een zware stad, dat is gewoon een feit. Dat was het uitmocht. Dat is echt gewoon een zware stad. We kunnen nog wel meer weg. Jullie kunnen. Oké, top. Yo. Wil je zo meteen achter de SQ3 gaan of niet? Ik weet niet hoeveel verdachten we hier nog hebben. Lucas. Eentje zit sowieso in de hand. Heb je die Birkit of niet? Dat is Vincent. Ja, ik heb er nog één. Zijn er totaal 2 verdachten waarvan 1 nu vrijgebroken wordt? Ja, denk het wel. Dan hebben we nog 1 verdachte die een vuurwapen op zak had. Die zit nu in de hand. Ja, zeker doen, Shanna. Zeker doen. Is dat die boer? Ja, zeker doen, Shanna. Wat mij betreft kunnen daar 2 collega's mee heen. Dat is een ribmand. Ja, maar ik vind echt een ribmelke band. Maar ik heb ook hier een perkend bij. Oké, goed jongens, even hier. Rijdt nog wel, maar ja, niet echt hoe ja, moet natuurlijk. Persoon dat kunnen we wel doen, kunnen we ook een achtervolging starten. Ik heb graag dat de offroaders achteraan gaan. Dus 1 Kamar Amarok. En dan heb ik ook graag dat er 1 DC achteraan gaat. Ik denk dat dat voor nu nog wel goed is en dan kan mensen aankoppelen. Hoe hard gaat die auto? 274. Dus kunnen wij dan ook een A6 mee krijgen? Want dan jammer. Ben je nog een repairkitje? Nee, ah, zonde. Jij rijdt of goed? Ja. Ja, Karel, jij rijdt ook of goed, hoor. Ja, positief. Ja, daar rijd ik iemand mee, joh. Jo, is goed. Top. Goed, dan mogen jullie even richting deze plaats komen rijden. Dan gaan we ook al gelijk even alles goed zetten dat iedereen kan vertrekken. Miot, kan je 2-1-1 samen met de HRB richting het ziekenhuis sturen? Want het is nog wel een vraag. Ja, positief. Is er hier ook HRB in de port? Ja, er is 1 HRB in dienst, moet je voorproeven. Oké, ik zal vragen. Wat doet hij? Ah, zo uwi. Ja, Rick. Echt waar. Tja, Quint, ik heb geen idee. Hey, wajo. Wat is dit dan weer? Yo. Even kijken, de patiënt ligt hier echt al best al lang tijdje met een schot. Ja, we gaan zo vertrekken, meneer. Sabir en we gaan zo vertrekken. Ik denk binnen 10 minuten gaan ze vertrekken. Ik ben Rio gemaakt. Heb je er wel een repairkitje bij ofzo? Wat zei je collega? Mag wel, man. Zou ik iets mogen lenen? Even kijken, je gaat zaak mee schaduwen. Mag zeker. Hai, super. Hopelijk kan ik hem nog teruggeven. Nee, wacht. Hoeveel kost een repack in 1.5, hè? Ben jij op de mens? Nee, man. Bij die ambulance... 2 ton. Van 2 ton, maar die kent ze geven. Ja, man. 34, 49. Of nee, was het nu weer? Ja, man. Goed. Yo. 10 minuten geleden. Yo, ben je weer aan het worden? Ja. Ja, zeker, zeker. Al 2 keer weg voor het jacht. Ja, 2 keer, Jip. Ja, ik zou zo meteen even... Ja, ik was zeggen... Let's go. We gaan even het geld storten aan. Hij heeft waar overgeven aan iemand die 37,49.
37. Jesse is overgegeven. 49. Karel, ik denk dat jij toch als eerste voorzetkracht gaat en dat Sabir daarna kan komen aan. Alassa. Deze ook al eens uit. Ja, ik heb rust. Ik kon dat juist opgegeven. Ik heb gehad dat er één A6 mee gehad. Maar heb de juiste het gegeven. Nee, ik hoop het wel. Ah, hij zegt, er zijn het 2K. Oh, wauw, ben gewoon gescamd. Ik ben gewoon gescamd. En de rest gaat afkloppen. Nee, je mag graag ziek uit. Dikke ding ongescamd, wat heel. Dus de politie A6 samen met de Kamar Amarok en Sabir en Karel, jullie mogen achter de RSQ3 aangaan, kan het dus? Ja, ben ongescamd, ja. De rest kan zich allemaal gaan plaatsen richting ziekenhuis met ambulance. Oké, je moet dus naar het ziekenhuis. Prima. Voor iemand is het niet duidelijk? Nee, ik moet naar het ziekenhuis, want ik ben de rest dus. Stop, dan mogen degene van de ambulance met de ambulance meegaan richting ziekenhuis alweer. Wanneer is je achtervolging ongeveer van start? Sorry? Ja, jullie mogen vertrekken met de ambulance. Ik denk als ik alles een beetje goed hier geordend heb. Je mogen vertrekken met de ambulance. Ambulance. Nou, ik heb heel veel aan het denken. Ja, de achtervolging, misschien een andere kop opnieuw. Yes, ik ga maar vanuit kop opnieuw. Waarom vertrek ik, man, doen ze niks? Blijf jij achter voor Zeta, Emil? Ik blijf. Oeh ja, Rick. Ja. Dat is wel pittig, ja. Wie is de koppel van die ambu hiervoor? Zulie, jij blijft ook gewoon hiervoor. Dat is wel pittig, ja, maar joh. Ja. Top, dan slip ik ons naar koppelpio 2. Oké, mijn ambu vertrekken. Ik rij RSQ3 samen, snap je? Oké, dan slip ik jou ook richting koppelpio 2. Wie rijdt er in de politie A6? 1317. En wie rijdt in de Kamar Amarok? 1804. 1804, toch? Positief. Yes. Goed, de rest die hier allemaal is, mag ze gaan begeven richting ambulance AB. Ik ga zorgen dat de ambulance ook achter jullie aanrijdt. Oké? Okay? Is er nog, hè? Oké, top jongens. Jasper, ik ben bij AB. Ja, jullie kunnen vertrekken met de ambulance, jongens. Hij gaat er nu vandoor. Let's go! Nou, lekker toertje. Let's go met de ambulance. Zo, lekker hard. Zou ze ook de ambu-voertuigen hebben genurfd van snelheden? Daar ben ik wel heel benieuwd naar eigenlijk. Of ze dat ook hebben gedaan, ja of nee. Want voor ons zijn echt dikke echte nerfd, al onze snelheden. Echt pittig. Hey, het vond ik was heel leuk, maat. Fijn veel bezien met je broers natuurlijk. En smakelijk drinken natuurlijk, hè. Dat vond ik was heel gezellig. Later. Later, alligator. Drink er eentje voor ons, ja. Oh, ik weet niet, is die Kamar mee aan het volgen of niet? Ik weet niet wie mee volgt, maar het is wel dikker dan ze gescampt. Hoe zijn we met twee? Hoe zijn we met twee voertuigen? We hebben eens en twee nog maar. Hoppakee. Ah, HB is ook al ter plaatse. Oh joh. Goedemiddag. Dat pas even bij. Je moet hem nog een keer pakken. En dan gaat hij eraf, moet hij er weer zelf op klimmen. Ja. Oh, nice weer. Ah, dat is die boer, ja. Dat is die boer. De boer gaat naar binnen. De boer gaat naar binnen. Ja, hé, dat is een boer. Of ja, hij heeft toch zo'n kleding aan. Zo'n overaltje heeft hij aan. Oh, zo, goedemiddag. Waar is hij? Bij mij zit hij daar nu. Yo, is hier alles goed? Ja. Ja, toch shit. Als je even onder de tafel kan liggen, dan ga je even opereren. Rare dingen. Kijk, waar zijn mijn collega's? Yo, ja, we zijn hier. Hoi.
Kijk, collega. Heb je al gedaan of niet op weg? Ik sta bij Veldrijd. Je moet die deur steeds vast. Kan je niet naar binnen? Collega's. Staat 7. Je bericht? Ja, er staat hier een roze kwam beneden. Die had net wel geschoten bij A9. Oh, dikke rip. Ik weet niet of jullie daar wat mee willen doen. Maar... ja. Had de DZ niet al gecontroleerd? Wat zeg je? Had de DZ niet al gecontroleerd daar bij A9? Nee. Dat is vernomen. Hij staat hier beneden, onderkant ziekenhuis. Omdat ik het zag. Even omdraaien. Oh, zo. Lekker geparkeerd. Ja, hè? Ja. Dat is een goede plek. Ja. Let's go. Dikke parking spot. Als die niet worden gegijzeld, hè, dan denk ik wel dat dat gaat gebeuren. Wat zeg je? Hé, hier wachten. Ja, een beetje kijken. Ik heb de deur op slot gedaan, dus. De deur is vast. Jullie bent geveer. Hoe is dit? Is het goed als ik even... hoe zijn die binnen? Ze gaan niet meer tegen je. Okay, zolang de deur vast blijven is goed. Beetje binnen blijven kijken. Dat ze niet weggaan natuurlijk, hè, belangrijk. Dat dat niet ontsnapt gaat geraken. Dat zou natuurlijk heel sad zijn als die ontsnapt geraakt. Maar ik weet niet, had die elke wapen op zich? Wil je niet, die boer? Ik kan echt niet zeggen of die iets had eigenlijk van wapen of zo. Daar heb ik eigenlijk echt geen idee van. Niks op zak. Nou, niks op zak, ja. Het zou ook dom zijn, moesten daar blijven staan en zich laten BTV'en, maar... wie liep er daar nu? Wie loopt hier? Nou, waarschijnlijk is dat gewoon iemand die in het... ik weet niet. Ja, ja, Sana, ik hou mijn best om niet gegijzeld te worden. Dat is niet zo heel fijn natuurlijk, hè. Dat je wordt gegijzeld. Dus ik ga proberen dat het niet gaat gebeuren. Ja, ik kan mijn best doen. Is dat een, want er ligt er eigenlijk altijd hier, hè, die brancard, volgens mij. Of niet. Ik weet niet. Volgens mij ligt hij er altijd al. Hallo. Hey. Even eten. Een donutje eten, jam. Een donutje. Nog eentje, want die wil niet echt heel goed, die donut. Dan ben ik altijd zo van die taco's. Die vullen het meeste en dan moet je gewoon niet veel van eten. Wat zei je? Wat had hij gedaan? Geschoten, dacht ik. Heb je die kogelzakje genomen? Ik ben niet heel zeker. Deze heeft hem namelijk aangehouden. Ja, toch? Ja, dat ligt er altijd. Ik ben niet goed. Volgens mij ligt er altijd al. Ja, maar Hamza, ding is... de AMB gaat... die criminelen komen er toch doorheen. En als het ding is, gewoon meestal voor de auto's tegen te houden. Dat is gewoon zo, hoor. Voor auto's weg te houden. Maar criminelen die willen gijzelen, die raken er toch door. Die krimmen er toch over. Hij komt hier iets vaker, hè. Shana. Ja, dat is waar. Helaas, ja, dat is waar. Dat is wel, ja, dat klopt. Zet eens. Ik heb je groot gelijk in, ja, ik kom zeker vaker. Dat is wel toch licht buiten, dat is wel nice. Toch de lucht buiten, dat is toch iets fijner, hè? Nou, ik denk niet dat ze iets gaan doen, want dat is voor mij al lang gedaan, denk ik. Of ze gaan pas doen als de persoon is behandeld, dat kan ook natuurlijk. Die kans is wel groot. Ja. Dood heb ik een Philbox Hospital. I got you, Robin. I got you. Ja. Nou, altijd bezig. Wat is op de grond trouwens eigenlijk? Ligt op de grond. Een jachtoverval bezig. Zo. Dit is gewoon een jachtoverval gestart. Is ook wel vet, hoor. Is ook wel heel vet. Een jachtoverval. Heb ik hier. Lekker. Haal kogel 2 er voorzichtig eruit. Lekker bezig. Lekker bezig, ambulance.
Zo was het van dat ik aan ambulance was. Eerlijk is eerlijk. Misschien toen naar binnen gaan. Oh, kan ik ook echt naar binnen? Ja, wajo. Zo, deze plek ben ik lang niet meer geweest. Poh. Ik kon je toen altijd omkleden. Oh, dat is echt lang geleden. Oh. Vandaag niet meer, Ramza. Alleen niet naar de andere livestream, nee. Missen de ambu-tijden niet? Nou, het ding was, de ambu-tijden, dat was leuk. Dat was leuk. En dat was ook goed om te verkennen. Om de stad te leren kennen en et cetera. Was wel leuk, de ambu-tijden toen. Maar nu politie, ja. Maar het is ook vooral vergeten, hoor, de ambu. Ik weet wel, één livestream van de ambu... Die wordt nog altijd... Super veel bekeken en is eigenlijk de livestream. Solliciteren voor de ambulance. En die livestream wordt nog zo vaak bekeken. Hè? Ik heb opzoeken trouwens, hoe vaak. Dat is echt belachelijk. Als je opzoekt Clero Ambulance. Die livestream is gewoon 2,3k keer bekeken. Dat is ook echt een verschrikkelijk thumbnail. Echt, die thumbnail slaat echt op niets. Ik was toen in Future nog niet echt heel nice om met thumbnails te maken. Ik wist nog niet eens dat je kon emoten en zo. Dus ja, laat staan dat ik weet hoe je best wel thumbnails kan maken. Maar ja, die is echt vaker bekeken, die livestream. Die is ook al meer dan een jaar oud. Ja, 2022 nog. Ja, echt niet normaal. Die is zo vaak herbekeken. Ik ga eens even kijken hoe vaak. Ik kan dat normaal gezien zien op mijn telefoon. Ik kan dat makkelijk zien. Nu ben je een overtreding, nu kan ik aanhouden. Even opzoeken. Dit is echt vaker bekeken. Shana, zoek gewoon op eigenlijk. Clero Ambulance Sollicitatie, dan vind je het meteen. Sorteer op meest bekeken. Kan ik hier ook een boete voor krijgen? Even scrollen. 1.2. Of nee, 2.3 was het zeker, ja. Ja, deze, even kijken. Normaal gaan we het weer hier zien. Analytics. Wil je alsjeblieft even op fluisteren gaan? Die stream had sowieso even weer, ja. Oh, hè? Vind ik wel heel apart. Ze zijn toch zo weer gaan dan. Tijdens de hele stream. Ah, nee. Die stream die had. Is dit echt serieus? Ja, die stream had dus. Die stream die had. Iets van 300 weergaven. Ja, iets van 300 weergaven. Dus gewoon 2000 weergaven met de mensen gewoon die stream herbekijken. Dat is toch insane? Dat is toch echt insane? Die gaat inklokken. Of die gaat zich laten herstellen. Dus die is gewoon 2000 keer herbekeken. Echt insane eigenlijk, hè? Echt insane. Gewoon 2000 keer hebben gekeken. Ja, dat is echt gek. Mensen zoeken echt nog redelijk vaak op, eigenlijk. Clero. Sollicitatie, ambulance of zo? Ik heb geen idee. Want het ding is, in die stream doe ik wel een sollicitatie, mondeling sollicitatie. Dus dat is wel grappig. Ik heb volgens mij in die stream mijn mondeling sollicitatie. Dus ik denk dat mensen daarom die stream kijken. Dat ze weten welke vragen ze kunnen krijgen, denk ik. Ja, Sjaan, dat klopt. Ja, dat klopt wel, ja. Ik heb even naar het toilet trouwens. Even naar het toilet. Als je neer vindt... Zo, goedemiddag hoor. Oh, deur dicht. Deur dicht! Allee, doe niet moeilijk, hè. Ja, dank u. Oké. Wacht hoor. Zo hoor, wacht. Nou, dat kan beter. Wacht, hè. Ja, yo! Goedemiddag. Ja, zo jongens, even kleine pauze. Ja, ik schop ongeluk, niks werkt bij mij. Even kleine pauze. Meneer Pippe voor Matthias, ja, dat kan lang duren. Pas emote, ja, er is ook een pas emote, ja. Kijk, en dat is EP. Maar ik weet niet dat je bij jou het werkt, want ja, dat gaat wel werken bij jou, maar... Kijk, en dan kun je normaal zien plassen, maar dat werkt niet in Future. Die G werkt niet. Normaal komt het dan heel straal uit, maar dat werkt niet in Future. Misschien moet je eens een keer als vrouw proberen, Shana, maar ik denk wel dat je gewoon hetzelfde krijgt. Gewoon... Oh.
Zorg hem nu terug naar buiten. Toppie. Zoals ik het zag. Je gaat hem afhandelen? Oh, hey, politie. Hey. Deze is geopereerd, die moet aangehouden worden volgens mij. Ja, ja, ja. Als meneer wil blijven staan. Die is maar. Hij is net geopereerd aan zijn buik ook. Aan zijn buik. Dus proberen... nog, ja. Ja, dus even. Ja, fouilleren mag. Alleen je moet even proberen. Even niet zoveel spanning houden. Of in ieder geval spanning verzorgen op zijn buik. Want dan kan de hechting eruit schieten. Oké. Okay. En dat wil niemand hebben natuurlijk. Want en kun je ook handboeien omdoen aan zijn achterkant? Langs voor kan wel. Langs voor kan wel. Oké. Okay. Ja, maar gewoon niet te veel spanning. Ga je even boeien op? Gewoon op de buikspieren. Ja, ja, ja. Nee, oké. Okay. Begrepen. Nee, ga ervoor zorgen. Vast goed komen. Ga ervoor zorgen. Nee, bedankt voor de goede zorg, ambulance. Geen wie is die adres van de kamar? Sorry? Ja, zeker. Natuurlijk. Nee. Ja, toch. Dan ga ik hem bij jou. Supereren. Bedankt voor die goede zorgen. Ja, top. Hey, ik weet niet eens waarvoor die man is aangehouden, Mustafa. Hij moet je even aan Batman vragen. Of aan Sabir, van die twee. Durf je Waggy open? Of iemand die in deze koppelperiode zit, die weet wat er gebeurde? Ja, die heeft geschoten, dacht ik. En die is volgens mij door de DC neergeschoten. Hij is overeind geholpen met wapen op zak, denk ik. Maar ja, als hij nog staat. Ja, denk het wel. Zij had ook geschoten, vermoed ik. Geen idee, moet je vragen aan de DSI'er. Welke was het? Ja, wacht, laat maar kijken. Ik kan het zien, wacht. Ja. Huh? Hoe ziet hij eruit? Hij heeft een, witte t-shirt. Wat bedoel je, Hamza? Privé? Ah ja, privé nodig. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja, maar dat gaat niet, Sana. Die G werkt niet. Die Future. In andere steden wel, maar in Future werkt die G niet. Dat is zonde, maar het is niet anders. Maar die G werkt gewoon niet. Spijtig genoeg. Zou ik het gewoon aan bed mijn vrouw hebben? Ja, maar ja, Karel zou het ook misschien weten. Ook Gerber ook, want die was er helemaal de hele tijd bij. We gaan maar zien, je hebt weer zelf feest. Ja, goed hè. Ja, feest. Een hele dag helemaal aan de activiteiten. Hè. Die hebben eerst groot gaan ontbijten. Want die moest om 7:45 kwamen ze haar al halen. Eerst groot gaan ontbijten. En zijn ze naar Hasselt gegaan. Daar in de stad rondgelopen. Een opdracht gedaan. Dat was zo een make-up ding. Weet je wat heb gedaan? De hele tijd make-up, et cetera. Dan gaan eten. Nu doen ze nog iets. En waarschijnlijk straks gaan feesten dan. Ja. Hey, de ballen. Normaal is dat de bedoeling. Wat ze gaan doen. Ja, normaal gezien wel. Voor wat is die persoon aangehouden? Ja, dat is de bedoeling. Dat is een heel lange dag. Vermoed dat ze pas rond 2 uur thuis of later zelfs. Dus we gonna see. We gaan meemaken. We gaan meemaken. Als ze het maar leuk vindt, verdient. Ja, zeker, zeker, zeker. 100%. Betaal allemaal. Kunnen we vertrekken of? Of moet Ara nog gevraagd worden? Ja, oké. Okay. Toch nog gevraagd wat er was gebeurd. Deze week is echt heel raar op YouTube. Zo, altijd zo heel weinig kijkers. Al heel weinig, gewoon minder kijkers. En ik weet niet wat er is eigenlijk vandaag. Ik weet niet wat er is. Laat hem maar nog even je wakker, ja? Het is heel raar. Hey, Sandy. Blijf dan gewoon wakker, ja, ik blijf gewoon wakker. Ja, ja, maar wacht nog even met alles. Het is de eerste keer sinds dat ze bij mij woont, dus nu al. Nee, dat is sinds december dat ze hier woont. Dat ik een keer een nacht, of toch een deel van de nacht, alleen thuis ben. Of alleen ben. Dat is de eerste keer. Dus het is wel wennen. Maar. Ja. Maar ik blijf wel gewoon wakker. Ja, ja. Ik blijf wel gewoon wakker. Dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Dat komt wel in orde.
Ja, ja, blijf zeker wakker. Ja, dat. Natuurlijk. Ik blijf zeker gewoon wakker. We gaan de 15 weer naar Porto 1. Ah, je hebt toch een Ik weet niet dat die persoon een voertuig had, jongen. Ah, ze gaan al weg. Politie of Sandy nou? Doe maar Sandy. Ga ze maar Sandy brengen. Maar ik moet 2102 af. Marijn, handel maar af. Ik dacht dat hij dat verhaal wil. Wat zeg je? Oké. Mag ik jou ook slepen? Ja, mag je, dankjewel. Zijn de artikels naar mij doorsturen? Nou, ze zijn helemaal naar Sandy AB. Ja, prima. Helemaal naar Sandy gaan ze. Is 104, 102, 1318 en 1315 beschikbaar? Positief. Oeh, maar joh. Dus dan ga ik allemaal slepen voor een massagezeling mogelijk bij Human Apps. Oei, dikke weep. Massagezeling weer. Wat een gedoe. Oh, maar ik hou er niet mee. Ik blijf hier warren, want ik ga straks 10. Oei, yes. Hey, fijne avond, Robin. Yes, vanavond warren. En hopelijk morgenochtend goed nieuws van promotie. Ah, we gaan zien, joh. Ah, komt er nog. Ik hoop het wel. Het zal het heel leuk vinden. Ah, ik wacht al af, joh. Ja, tuurlijk. Komt goed. Maar bij deze staat dus 10, warren. Yes, hey, fijne dag. Yo, fijne avond nog. Yo. Hebbakee. Let's go. Dames en heren, ik ook stoppen, jongens. Dit is ook altijd tijd genoeg geweest voor de tweede livestream van vandaag. Toch weer al een mooie twee live geweest. Maar ik ga wat anders doen. Ik ga nog van mijn avond gebruik maken om wat te editen. Shorts te maken nog, hopelijk. En misschien ook een begin te maken aan een nieuwe layout voor dit hier. Moet ik echt er niet aan beginnen, maar ik heb gewoon heel weinig tijd daarvoor eigenlijk. Dus ik wou gewoon een korte livestream doen. Vandaag, allee, deze avond, dat ik dan nog een beetje tijd voor heb om dat te gaan doen. Dus dames en heren, ik ben morgen live. In de middag gaat er zijn. Dus in de middag ben ik live. Niet in de avond morgen, maar wel in de middag. Dus kom kijken morgenmiddag, tussen pleugs en traad. En hopelijk zie ik allemaal jullie morgen terug bij de nieuwe livestream. Met een nieuw logo. Dat komt er ook aan. Ik ben ermee bezig. Ik ben ermee bezig. Ik heb de ideeën. Ik heb een heel leuk banner idee. Dat is wel een leuk ding. Maar ik kan ook een nieuw logo maken. Of ja, logo. Het gaat waarschijnlijk mijn gezicht worden. Want dat is momenteel eigenlijk, of ja, al een aantal jaar is dat wel een ding. Want ja, het leren logo, ja, het is een beetje verouderd natuurlijk. Ik heb natuurlijk nu al 5 jaar aan een stuk. Dus het moet wel worden veranderd. Maar ik ben er mee bezig. Ik wil hier leuks van maken. Maar het komt goed. Goed, dames en heren. Morgen ben ik live weer binnen. Kom kijken, mocht het plug zijn. Bekijk al mijn video's, al mijn shorts, al mijn livestreams terug. Maar moeten we heel veel gaan terugkijken. Dus ja, zeker doen. Dames en heren. Vanaf kijken en tot voor een video of als het me draait.